een keer. Nee, oké. She-Hulk. All right. She-Hulk. Neem je op. Ja, we recorden al heel lang zelfs. Oké, okay. Nou, fijn. Nou, hoi. Welkom bij de alles... ik begin opnieuw. Nou, hoi. Goedenavond of goedemiddag of goedemorgen hangt vanaf waar je bent. Welkom bij de alles... ja, maakt uit waar je bent. Podcast. Dat is de naam van onze briljante podcast waar je nu naar aan het luisteren bent. Nee, maar dat weten we niet helemaal zeker. Oh, maar daar zijn we ook nog niet we uit. We staan open voor naamsuggesties. Je mag... naamsuggesties mag je... You die in, zo. Je die allemaal rokers. Oh ja. Dus hebben we afspreken dat we niet gelijk roken? Ja, okay. Laat het dan doen. Nou, ik ben Chiron en ik ben vandaag gekleed in een... prachtige, mooie trui van het merk Brave Soul. Kennen jullie dat allemaal wel waar, niet. Mensen kunnen dat niet zien. Hè? Nee, maar het is wel prachtig. Het is wel een hartstikke duur merk echt, wat ik graag wil noemen. Ik wil het bijna aanvoelen. Maar ben je gesponsord? Nee, het kostte gewoon 150 euro in een boutique in Barcelona. Maar je aast dat die sponsor die al is. Niet. Ja, very international. Dus je hebt... wauw. Ja, ik wil nu even verder gaan met mijn outfit. Niet? Jawel, ja, oh, ja. Ik heb een broek aan van Edwin. Ik dacht dat je ons ging introduceren. Ja, maar dat komt nu. Fashion first. Fashion first. Ja, hij zit zelf in de server. Oké, maar oké. Edwin.nl. Check de beste spijkerbroeken in town. En een nooit van jawel, man. Het was soort van, je had vroeger... het is nu weer een soort van terug. Je had vroeger die Wrangler shit en Edwin. Vroeger had je Edwin, maar je had ook Joop, uitroepteken. Oh, klopt. Ja, dat kan ik. Ja. Maar Edwin is classy. Maar Joop is meer van de luchtjes, toch? Ja, ja. Oké, okay, maar... Hey, en in dit segment, waar bevindt Cars zich dan, zeg maar? Cars is meer die square. Iets eronder. Nee, Cars is gewoon meer de cheap-ass Edwins en Levi's en zo. Cars. Is het een vintage Edwin of is het een nieuwe Edwin? Het is een echte nieuwe Edwin uit Brussel. Oh, shit, je international outfit. Ik wil gewoon bevestigen dat ik een internationaal boy ben. Ja, ik had het going like this. Kleding in Barça, shoppen in Brussel. Ja, exact. De boy gaat lekker. Hadden we het trouwens al gezegd? Nee, nog niet. We zijn in het huis van Alan Kegeercheck. En deze nigger heeft net heerlijk gekookt. Dat heeft hij ook al gemaakt. Rund. Een soort bit bourguignon. Een Bloody Mary rund. Zo, Bloody Mary. Dat was echt nice. Alleen kan... Het was alleen een beetje een Nederlandse portie. Dat was net niet genoeg. Hij was een beetje karig met de pastinaak. En de er zat geen pastinaak in, hè? Karamelliseerde ui, wat? Er zat geen pastinaak bij. Er was pastinaak als bijgerecht. Nee, man. Er lag een witte wortel. Dat was een wortel. Een gele wortel, oké. Maar, Chiron, dan moet je ook even handen in eigen boezem steken. We waren wel beperkt in wat we konden eten door jou. Ja, ik ben een dieet aan het doen. Geen tarwe, geen zuivel, geen suiker. Waarom? Ik ben gewoon een hippe boy uit 2015 die aan zijn darmen denkt. Had je dat bedacht toen je terugkwam van Brussel naar Amsterdam? Van, yo, nou, nu ik deze fashion heb, moet ik die glutenvrije zuivelvrije shit Nee, je moet gewoon leven op niks. Water is wat ik mag. Tarwe, gras en lijnzaad. Oké, maar waarom dan? Ik had vroeger, of eigenlijk vroeger valt dan mee. Tot 5 jaar geleden had ik best wel een probleem met mijn darmen. Met poepen? En, ja, ik poepte maar 1 of 2 keer per week. Dat is echt insane. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat niet de bedoeling is. hoe lang duurde dat? Hoe kwam je erachter? Ja, er zijn toch wel mensen in mijn omgeving, maar ja, ik zie jou nooit naar het toilet gaan. You're always here. Ja. Wat de hel is je probleem? 1 keer was ik dan wel gegaan, maar dan rook het echt als echt pittig. En toen werd er gezegd van, yo, check, what up? Hoe vaak doe je het eigenlijk? 2 keer per week naar de wc voor number 2 is wel echt weinig in het dagelijks. Dat is crazy. It changed. En nu ben ik daily aan het poepen. En dat gaat goed? Ja, het gaat goed. Easy. Ik kijk ook altijd erin. Ik ben bezig met een darmkeur eens en zoveel tijd om de shit goed op gang te halen. Veel cranberry geloof ik, of is dat voor als je een blaasontsteking hebt? Cranberry. Als je al besteld bent, Maar jij weet wel heel veel van vrouwen. Maar is het like rock solid of is het gewoon zo
Nee, het is lekker zacht. En niet te zacht, gewoon goede textuur, goede kleur. Maar zou het wel lang nog zijn als van die konijnenkeuteltjes? Nee. Gewoon wel een stapel bestaande uit 3. Three is the magic number. Als het dan valt, heb je dan echt gewoon je pot zakken doen. Zo. Het gaat er gewoon in één keer heel geleidelijk uit. En moet je ook minder vegen? Wat? Moet je minder vegen? Ja. Hoeveel? Hoe vaak? Ik ben een propper. Ben een propper? Don't get that. Ja, maar dat zijn vrouwen die dat doen. Zijn jullie allemaal vrouwen? Ja, man. Ik heb een periode gedaan, want ik probeer te vouwen, maar shit zit niet in mijn systeem. Origami G, wil gewoon vouwen. Hoe is dat? Dat is vrouwen. Is toch juist vrouwelijk? Vrouwen, als je het vouwt, kun je ook duidelijker zien what's happening. Ja, maar dat klinkt echt als een vrouw. En als je propt, zit, heb ik het idee dat je vingers dichter bij de epicenter zitten. Ja. Toch? En waardoor je er dan shit neemt. Ik ben een propper. Maar oké, okay, maar bij proppen heb ik altijd het gevoel, je hebt van die Dove wasponsen, toch? Die daar een beetje uitzien als zo'n gepropt. Dat gevoel heb je dan bij, dat je dat in je reet stopt. Ja. Maar en hoe vaak, back to the question, hoe vaak dan? Vegen? Ja. Nou, nu ben ik klaar met 1 keer, 1.5. Oh, wat? Wow. 1.5, wat betekent dat? Ja, okay. Een half propje. Nee, één grote prop en een mini propje. Really? Ja. Oh, blessings. Werken jullie met natte doekjes? Nee. Ja, wel. Ik vind het wel. Doekjes? Ik vergeet het altijd te kopen, maar ik vind het wel, als het toilet is waar ik ben en het is er, dan van ja, man. Ja, man. Ja, dat is klima zelf. Ja. Maar dat je niet heel erg denkt aan dat je op de wc zit en dat er dan een straaltje omhoog klimt? Nee. Want je hebt van dat soort wc's. Ik kan niet omgaan met vocht daarover. Nee? Toevallig net in Tokio, daar had je wat robots in je wc. Maar oké, een ander ding, wat ben ik heel benieuwd naar jullie standpunt hierover. Kijk een beetje naar de vouwers. Wat ik fucked up vind is eigenlijk, is wc-papier met een printje erop. Waarom? Omdat, ik weet niet of ik nu naar de achterkant van die rode bloem kijk die ze nodig vinden op te zetten. Of naar bloed. Of naar bloed. of naar bloed, inderdaad. Ja. Dus het is mad confusing. Dat je wil gewoon wit papier. Nou, ik zou eigenlijk iedereen... Print maakt het vrolijker. Maar twijfel je niet soms van, is dit nou stront of is dit de fucking... Nee, stront is gewoon echt... Er komt geen printje doorheen. Op het moment dat er is, gewoon een dikke leer. Ik zou eigenlijk iedereen paasje adviseren. Dat merk met honden erop. Ik ga wel fijn op die layers inderdaad. Ja. Als dat echt 4 layers van die luxe dure overheid. Ik heb vandaag een beetje gesplashed op wc-papier. Ik heb vandaag de dikste gehaald. Ja, dan voel je best wel een soort van... Weet je, als je, let me investeren een beetje in een beetje... Soms moet je investeren in liefde, soms moet je investeren in tekenen shit. Precies. Ja. Bij mijn oma en Paula heb je een soort van 1 soort wc-papier. Pardon. Bijna wel. Ja, een soort van schuurpapier. Ja. Een soort van gerecycled. Dus grijs, met een soort van af en toe stukjes krant ertussen. En een paar letters. En dat is de you will fuck your ass up. Dat was vroeger op school ook een tijd. Van die cheap ass recycle. Ja, klopt. Uit de wc gevist. Ja, precies. Zou je ooit zo ver gekomen dat je krantenpapier Ik heb een mooie anekdote over Kevin. We waren een keer in de Eer, was het volgens mij? Ik weet het niet. In de Eer. En toen waren... Net had ik een handdoekje gescheurd. Ja, dat heb ik al vaker gedaan. Nee, maar wat was dat? We waren in de Eer. We zouden naar een party gaan van... Boas draait of zo. Nee, dat was iets anders. Nee, Boas draait of zo, maar het eerst in de Eer of zo. Dus, oh my was god. Dat zo? Nee, want ik belde iemand die ik niet kende. Volgens mij was het Party Squad of zo. Zet ons op de lijst. Kutfeesten, wat als het leven een R&B feest was? Ruud was een vriend. Ja, probably. Ja. En toen waren we wel dronken. En het is van die dagen dat je om 5 uur begint te zuipen. En om 10 uur gewoon helemaal ready to go bent. Dan heb je zoiets van, om 11 uur begint een party. We gaan om 11 uur daarheen, want we willen partyen. Om 11 uur is er niemand. Om 11 uur en shit happen. Wij waren om 10:30. Toen moest Kevin kakken. Ja, toen zaten backstage. Kakken in de club. Nou, toen belde je me met help. Hij deed? Help, deze keer wc-papier. Neem iets van me mee. Dat het enige wat ik kon vinden was een theedoek. Ja, maar dat is fucking chill. Ik had toen je reet af kan vegen. Dat is nice, man. Hey, als iemand van de Eer luistert, dan sorry, sorry. Ik kom een keer theedoek brengen. Nee, maar ook mijn magazine. Ik denk dat ik wel een keer mijn reet afgeveegd met Vice van september 2011. Dat is niet de valrijkslager. Met een Vice van 2011.
Heel specifiek. Ja, okay, je stond toch op de cover? De fashion ik ben nooit dieper gezakt dan keukenrol. Dat is gewoon mijn... Okay, keukenrol. Maar, dan sta je op en dan ga je ongemakkelijk met je op je knieën naar de wc, naar de keuken lopen. Die lifestyle. Dick swinging out. Ja. Hopen dat het gordijn dicht is. En dan pak je de keukenrol. Maar dan is, dan is het leed wel geleden, want dan loop je wel met... jij veegt anderhalf keer, dus dat telt helemaal niet. Ik ga toch niet mijn vijs lopen besmeuren. ik wil wel wat te lezen hebben. Je zou ook nog recensies kunnen lezen en shit, ja. Ja, oké. Chiron. Ja, vertel. Jij bent aan het introduceren. Ben je klaar met je mode? Zal ik jou even introduceren, Jeff? Ja, introduceer ons, Chiron. Jeff, 40? Nee. Oh, sorry, dat was heel laat. Nee, Jeff is een man uit Rotterdam, goede baard. Ik weet nog steeds niet eigenlijk wat Jeff voor afkomst heeft, maar is aardig. Misschien komen we daar gaandeweg voor. Misschien komen we daar. We moeten een beetje cliffhanger. Ook voor de luisteraars. Jeff, spannende boy. En alles van hip-hop en classics. En hij is ook DJ. Ik ken hem van vroeger, way back, nog als Aziz de Laddermijn. Oh shit! Dat was een anekdote over die tijd. Dat was wel grappig. Toen schreef ik met... ik had samen met Nalde, de blogger toen nog, en Vincent Reinders en Jelle Spanjaard werkten aan zijn blog. En we hadden allemaal... Nalde. Ja, en we deden allemaal een soort van eigen itemtje. Vincent deed elke week een verslag van zijn radioshow, Blijf 5. Jelle zat meer in de tech, alles wat op internet gebeurt. En wat met internet gebeurt. En ik deed de breekbaar shit. En dat was een soort breakbar, een naampje die we bedacht hadden voor originals. Prachtige woordgrap. Breekbaar. Ja, dat is echt een fucking genius. Was het B-R-E-A-K? Ja, dat is echt. Wordplay, song. Ja, wordplay, man. Ja. Maar goed, toen... dus ik ging veel met Nalde. We gingen vaak naar feestjes en whatever. En toen waren we een keertje bij Jelle aan het hangen thuis. En toen gingen we daar gewoon thuis hangen en film kijken. En toen gingen we True Lies kijken. Met Arnold Schwarzenegger. Oh, ja. Dat was een film die toen ik 10 was, sprak dat ooit uit als Trulies. Trulies? Trulies en Trulies. Ik zei tegen mijn zus, kunnen we naar Trulies? Dat zou een goede naam zijn van zo'n A$AP Rocky Coolie Trilco, de Trulies. Ik was 10 en op vakantie in Amsterdam. Ik woonde in Suriname toen en ik wilde mad graag naar Trulies. Maar we gingen in plaats van daarvan naar de Rick's bioscoop, want dat was cheap. Rick's bioscoop heb ik ook vaak geweest. Was dat Rest in Peace Rick's bioscoop? Ja, dat niet? No, man. Voor mensen 2,50 gulden. 2,50 gulden knaakje voor de, naar de bios. Gewoon, ja. Ja, niet alleen, geen nieuwe films geloof ik. Oude films. Ja, maar dat was wel tof, ja. Het was waar Cineac is en waar later Planet Hollywood kwam. Ja, had je ook in Rotterdam inderdaad. Ja. Planet Hollywood? Maar goed. Ja, en True Jazz het restaurant. Nee, dat mag. Dat was hier ook. Ja, Planet Hollywood. In de reguliers. Bray. Ja, Bray, inderdaad. Dat restaurant van Schwarzenegger en Sylvester Stallone. Klopt. Wat? En Chesto heeft daar een tijdje ook nog geprobeerd een club te beginnen. Oh, DJ Chesto, ja. Oh, DJ Chesto. Ja. Oké. Okay. Ik wist even niet over wie dan. Misschien Amsterdam. Ja, oké. Maar terug naar Jeff, man. Ja, nee, dus we waren die film aan het kijken en er zit een bad guy in, een villain. En dat is hij van Arabische afkomst, Noord-Afrikaans iets. En die gast heet Aziz. En Nalde, ik weet niet of je Nalde een beetje kent, maar die heeft de meest irritante, maar ook aandoenlijke, grappige, aanstekende lach op aarde. Klopt. En, hij had er zelfs een shirt van. Hij had er zelfs shirts van en zo. En hij vond mij op hem lijken. En ik snap dat ook wel. En nou goed, dus ik weet je, toen kreeg ik de bijnaam Aziz. En toen kort daarna vierde Vincent en Nalde hun 22 of 21ste verjaardag in de Bidderzoet. Super groot feest, allemaal leuk. Zullen we gaan doen dat de 22ste was? Dan wordt de fans heel blij. Ja, 22 tracks. Ja. Het was NV21, weet ik nog wat het zo heette. Dus dat zo noemde. NV, weet je. Mm. Hoe heet het? Nog meer wordplay. Right. Anyway. Yeah. Toen ging ik meehelpen met versieren. En toen stond ik heel de fucking middag op een ladder. En toen het toenmalige vriendinnetje van Nalde noemde me toen Lanneman. En toen was Aziz de Lanneman geworden.
En die is door dat blog van hem heel erg teruggekomen. Want nou, dan vind ik het leuk om dan mensen met hem mee te fokken. Dus die bijnaam is van toen de tijd. Dus nu 10 jaar geleden. Dat is classic. Ja, of iets langer dan 10 jaar. Ja. Dus dat. Ja, dat is een goede introductie. En ja, ik ken jou eigenlijk ook gewoon vanuit die wereld inderdaad. Ja, een beetje van de Pieter wereld, denk ik. Ja, via de Like Minds theaterdingetjes dat ik... Ik zat vandaag te denken waar ik jou... Echt, ik zat vandaag te denken waar ik jou vandaag ik heb geleerd. Ja, ik kende je al, maar volgens mij de eerste... Ricochet, denk ik? Nee, maar ik denk de eerste keer dat ik... Via Aaron. En ik denk de Aaron van Valen. Dirt Caps ding, ja. Ik denk de eerste keer bij die Dirt Caps clip. Dat was de eerste keer dat ik je echt heb gesproken. En niet alleen hooi. Ja, dat we in de trein naar Tilburg gingen, ja. Ja. Hebben jullie toen getonkt? Ja. Station Tilburg. Ja? Gelijk, hè? Ja. Het was gelijk fire. En Aaron kent jou weer via State Magazine. Ja. Shout-out. Recipes. Feels fucking lekker right now. Ja. Echt, tot begin dit jaar was ik een van de 5 mensen die nog daar waren. Ja, Aaron ken ik inderdaad via die State-tijd. Hij was toen fotograaf. Of hij is nog steeds fotograaf. En party fotograaf. En hij had zich toen... naar binnen gelopen bij de State Awards, volgens mij, als fotograaf. Klopt, en daar sprak hij mij aan. En toen kwam hij op zijn hals. Shit. Ja, oké, nu moet je Alan voorstellen. Nu ga ik Alan voorstellen. Alan Gercek, jongen. Nee, het goed naar uit, hoor. Ja, is dat de correcte uitspraak? Gercek. Gercek. Dat is een messteek. Er zit een paar klanken. Niemand met een moeilijkere andere achternaam. Er zitten een paar onmogelijke klanken in. Ik kan deze naam in dronkenschap nog best wel behoorlijk spellen. Ik zie hem altijd, als ik hem zie staan, denk ik, joh. Laat me het spellen. Fuck eens op met al die medeklinkers, man. Even stilte, Chiron gaat mijn achternaam spellen. G. R. Griekse I. G. I. E. R. En dan komen we bij het moeilijke gedeelte. C, Z, Griekse K. Nice. Bam on hem. Ja, lekker. Nice. Hij is dronken. Chapeau. Oké, Anke Gercek. Een man, een Poolse man van een jaar of 30. Komt uit Venlo. Je hebt heel lang champignons geplukt, toch? In je jeugd. Asperges. Asperges. Champignons. Pluk je champignons? Ja. Steek je? Nee, wacht. Die worden gewoon gegroeid in shit. En die pluk je dan. Prijssteek je? Ja, prei pluk je. Prei trek je gewoon uit de grond. Ja, oké, maar je moet het wel steken om... Nee, maar steken betekent dat je met een mes... Oké. Ik ken alleen steken van de handen. Ja, whatever. Het is een handeling met champignons. Asperges te zijn. Kijk me heel goed af. Producer bij op Sanels. Misschien moet je zelf ook nog even iets leuks over jezelf vertellen. Mag ik iets vertellen over Alan? Ik vertel van de week, het is helemaal positief. Okay. Dat had ik van de week tegen jou gezegd. Het heeft waarschijnlijk iets met alcohol te maken. Nee, dit is allemaal een soort van liedrol. Mm-hmm. Ik dacht trouwens heel lang dat Alan echt een arrogante boy was. Waarom? Maar, echt? Oké, okay, waarom? Ja, niet per se arrogant, maar hij zei niks in het begin. Dus, maar in welk begin? Daar gaat mijn verhaal ook deels over. Ik heb jou leren kennen met Carnaval Venlo. En ook een periode daarna had ik... Dat ik Kevin kon ik wat makkelijker... pijl of zo, had ik wat meer gesprekstof mee. Maar jou wist ik echt nog niet van, hoe leefde je? How you living, sir? Okay. Ik moest je echt nog even uitvogelen. En toen kwam je hier wonen en gingen we hangen. En ja, toen werd het all love. Oh, nou ja, mooi. Maar, Ik kan wat afwachtender zijn, maar... Dat is mijn punt. Ja, en ik ben een mega racist natuurlijk. Ja, dat is Alan was ook nog een tijdje de manager van Polska. Wow. Way back. Ik kan me nog iets herinneren dat we zaten in... Nou ja, manager is een groot woord. Ja. Ik probeerde boekingen van hem te fixen. Dat was meer het... We zaten in Allens toenmalige appartement in Rotterdam. De Crack House. Appartement crack is een mooi woord. En Polska was daar met je broer en Boas. En dat was nog ver voordat de periode dat ze bekend waren. En ik was toen een beetje aan het klooien met GarageBand, beats maken. En op een gegeven moment kwam Boas naast me zitten. En die vroeg, oké, wat ben je aan het doen? Toen zei ik tegen hem van, ja, ik ben beats aan het maken. The rest is history. Ja, ja.
Ja, hij vroeg gelukkig niet of ik iets wil laten horen. Want het was niet veel meer dan een remix van een Amy Mann nummer. Amy Mann, ja. Wijvenmuziek. One is the loneliest number. Het is Magnolia soundtrack. Dat had ik versneld en dat was dan mijn trap. Ik wil nu heel graag het liefdevolle verhaal over mij van Jeff horen. Je moet hem wel snel doen, want het is wel een beetje gay. Ja, precies. Het sluit wel aan bij Chiron. Is het raar als ik mijn pik eruit haal aan mijn man? Ja, dat ging een beetje over dat we staan op Tongen op Tilburg station. Nee, ik heb hetzelfde. Van toen ik Alan leerde kennen, was volgens mij bij die Dirt Caps videoshoot in Luik. Toen waren we. Maar goed, en toen was Aaron inderdaad Alan afwachtend. Heel erg op de boom kijken. En dan is hij een persoon die door zijn strenge Poolse uiterlijk. Dat je niet per se weet van. Brede kaaklijn van hem. Weet je, are you not giving a fuck? Ben je chagrijnig? Ben je vrolijk? Maar ben je verlegen? Je weet het dan niet zo goed. Mm. Allemaal. En van afstand, ik ken jullie allemaal al lang, maar niet. We zien elkaar niet elke week of zo. Mm. En soms meer en soms minder. Vanaf nu wel. Vanaf nu wel, ja. Oh ja, nu, deze podcast sowieso ook een goede. Mm. Alan gaat elke week koken. Ja. Het gaat niet roleren, ja, we gaan elke week. Ja, met liefde. Ja, nice. Maar goed, maar dus van de afstand, de afgelopen, wat is het, 3 jaar of zo, ook in jouw rol als producer bij Opslanals, dat je door dat produce, want dus, ik denk dat de functie van producer dat wel in iemand losmaakt, dat je assertiever wordt, dus socialer wordt. Nu ben je een soort van iemand die maakt een WhatsApp-groep aan, pleurt er 20 mensen in en van, yo, niggas was pap en wat gaan we doen? En dus iedereen op sleeptouw neemt. Dat is ook een stukje eenzaamheid, hè? Ja, goed. Ja, maar dat is cool. Maar dan sluit jezelf in ieder geval niet op en je bent niet schuchter. Hij heeft zich echt ontpopt door de grote organisator. En ja, dat merk je ook de producer, als Alan op vakantie is of er echt niet is, dan ain't shit happening, valt alle shit in elkaar. Dat vind ik een constatering die ik toch vind. Een soort sociale CV kan. Sociale pretstift gewoon. Dat heb dat je zou zeggen sociale pretzel. Ik wil dan even graag het hotel introduceren. Multi-talented man uit Venlo. Nog geen 30 jaar oud. Jongste boy. In dit deze building. Dat ben ik altijd geweest. Overal altijd de jongste. Ja, dat is wel een blessing. Still is dat een blessing of vind je dat soms lastig? Nee, het is wel chill. Het is wel een soort van underdog. Automatische underdog precies. Want als je iets dom zegt, kan je altijd zeggen. Ja. En als je iets slim zegt, hebben ze iets van Jesus Christ. Eigenlijk werkt het altijd. Wat ik ook zeg, het werkt gewoon voor. Het streven om voor je 30ste nog een speelfilm te maken. Ja. Kan nog, hè? Het kan nog. We hebben nog een jaar en 23 dagen. Ja. Nu zegt hij tussen de regels door dat hij bijna jarig is, dus we moeten een verjaardag voor hem kopen. Dat is wat hij zegt. Maar 29 is zo'n leeftijd van worden. 29 is geen leeftijd voor rock party. Nee. Tussenleeftijd. Ja, het is beetje rukken thuis, denk ik. Huilen. Wacht, ja. Misschien moet jij even iets leuks vertellen over Kevin, want je kent hem al heel lang, Alan. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk? Want jullie zijn allemaal van Venlo. 15 jaar. Ja, 15. Jesus Christ. Oh, dat is langer dan de helft van mijn leven. Ja. Kevin is wel, denk ik, van ons alle vier de man met de meest beschamende momenten. Ja. Ik zal altijd denken, ik had al 10 van die momenten die ik wilde benoemen. De mooiste en de lelijkste dronken. Ik denk dat het same damn time. Ja. Ik kende Kevin al. Het ding was, Kevin was een skater in Venlo. En je had een soort van een skaterclub in Venlo die altijd op één pleintje hing. Dat was het Noordersplein in Venlo. Waar iedereen ging blowen en zuipen. Ik was een boze metal jongen, dus ook een soort van outcast, lalala. Mm. En ik blowde ook. En toen werden we door onze gezamenlijke vriend Metal Luke. Dus Metal Luke zei, hey, we gaan vanavond naar Noordersplein, dan gaan we zuipen en blowen. Want er zijn heel veel gasten die daar ook zuipen en blowen. Ik dacht van, oh master, let's go. Toen zag ik heel veel skaters waar ik niks mee had, want het waren gewoon skaters, dooie lullen. Het was Kevin, heel veel ook wel, maar sommige had ik vrij weinig mee. En toen leerde ik Kevin via dat pleintje een beetje kennen. En Kevin die DJ'de,
soort van. Oh ja, doet hij nog steeds. Met vinyl. Ja. Met vinyl. What up? En ik zat toen een tijd in een metalband waar ik heel hardhandig uit werd gekikt. Waarom? Omdat ik heel kut was. Maar je rapte. ik was een rapper / zanger / schreeuwer. Ik was... Mike Shinoda of zo. Ja, een soort van Mike Shinoda met 1 chromosoom meer. Dus gewoon de Down Shinoda was ik. En toen miste ik wel een heel groot part in mijn leven. Ik miste de spotlight. Ja. Ik dacht van ja, fuck. En in het was Bron 55 waar we repeteerden. Dat was in Venlo. En toen werd ik aan mijn band gekikt. Maar ze hadden daarnaast een DJ booth. Shit. Toen zei ik, hey Kevin, jij bent DJ, ik ben DJ. Let's make it happen. Kom, we gaan repeteren. En de rest is history. Heette toen ook wel gelijk, want zo heten jullie eventjes Schandpaalkartel. Nee. Dat was later pas. Dat was begon met Hallo Jong, dat was ik. En Kevin was Johnny Schnitzelaar. Wellicht de slechtste DJ-naam. Ja. Alleen Feestje Ruud staat net iets kutter, zeg maar. Misschien net zo slecht als Wipneus en Pim. Ja. Of slechter. Maar die hadden nog wel boeien. Ja. Hey. Maar we hadden nog geen naam. En we hadden gedraaid. En toen zaten we in het café van Perron 55. En toen zat Kevin alleen aan de bar. Heel diep in zijn gedachten gezonken. Te denken. Met zijn hand op zijn hoofd. En opeens schreeuwt hij naar me. Ik weet het. Oké, wat dan? Ja, mijn naam wordt Johnny Schnitzelaar. Why? Ik heb geen idee. En ik heb dat moment nog ergens op camera. Oh god. Op een heel oud mini-dv-tapeje. Maar ik denk dat we nu terug moeten naar Jeff. Want Jeff heeft... We gaan deze podcast zijn een beetje begonnen omdat het gewoon leuk is om met elkaar te lullen. Just some talking shit. Gaat dus ook wel met organisch. En alles kan kapot. Alles kan kapot, dat is een beetje de werktitel. Ja. Nogmaals, als je... De alles kan kapotcast. Ja. Maar dat is ook het is een beetje gay. Het is een beetje een neppe naam inderdaad, dat is stomme woordspeling. Maar de grote kans tegen de tijd dat als iemand het hoort, dat als je het hoort dat het een andere naam op iTunes staat. Ja, dat is heel makkelijk. Je kan heel makkelijk op iTunes Ja, dat kan. Ja. Ja, het duurt wel even een paar dagen. Kost zo'n tientje om te downloaden dan toch? Ja, get that money. Ja, is zo? Nee, toch? Nee, maar wij chargen. Wij chargen 10 euro. Ik wil even trouwens een shout-out doen naar DJ Real El Canario. Snap ik. Ik weet niet per se waarom. Ik vind het ook wel zo interessant dat je van iTunes en podcast op hem komt opeens. Maar ik begrijp de shout-out wel, want ik heb veel feestjes, zeker. Hij deed op een gegeven moment toch dat hij 100 pokus in een kwartier draaide. Ja, bij dat 15 minutes feestje. En de bed dat ook. DJ Real Canario is de hele wereld in Amsterdam eclectisch gaan draaien. Nou, hij heeft wel boys als Flexicon ook onder zijn wing genomen toen de tijd. Maar is hij Nederlands? Nee, hij is vaak van Tenerife. Ja, Spaans. Maar is hij nog papen eigenlijk? Ik geloof wel dat hij nog papen is, maar ik hoor geen mormen van hem. Ik hoor dat hij de DJ van Pitbull is. Wat hij? Dat hij de DJ van Pitbull is. Sorry. Nee, joh. We fucking random. Van Enrique Iglesias. Ja. Volgens mij is hij zo'n guy die echt nog een Twitter-account heeft en dat hij dan alles in caps lock. Hij is slimmer dan, maar ik snap dat niet per se. Als je als een cap lock doet, vraag gewoon aandacht bij niet doen. Ik weet nog goed, een feestje, voor mij was dat Chocolate in Rotterdam, of Corso. Wow. Ja. Old man alert. Nee, dat was een Amsterdams feestje wat toen verhuisde naar Rotterdam. Ja. En, maar goed, toen draaide hij daar ook wel eens. En toen was b-boyen ook tijdens feestjes nog soort van geaccepteerd. Op KRS One Step Into the World. Precies zo is, ja. En ik weet nog goed dat Wat zou er gebeuren als je nu bij baseline gaat breakdance? Ja, mensen keren je de rug op toe. En terecht. Maar denk dat je getrapt wordt? Iemand je getrapt? Ja, je krijgt bier in je gezicht, alles. Dom erop, man. Ja, maar er zijn wel weer feesten. Een Baker Lee. Legends en hoe heet die andere feest? Bos. In Paradiso. Waar dus wel weer naar al die b-boy crews van nu of oude guys nog steeds komen. En daar is weer wel. Bos misschien minder. Maar de laatste, ik kom er ook niet meer zo vaak. Mm-hmm. Maar de laatste paar keren, dan staat er toch iemand die dan opeens moet gaan poppen en lokken. Moet ook. Ja. Je hebt geen keuze. Als het eenmaal door je bloed stroomt, dan kan je niet anders. Hè? We waren in Tokio in een club genaamd Harlem. Daar. Ik denk dat je daar heel vrij kon gaan breakdancen. Ja, Pop & Lock Party 2.0. Bij binnenkomst stonden er alleen maar boys tegenover elkaar te poppen en lokken. Maar dat had een hele gaye feel. Ja. Omdat gewoon, kijk naar mij. Dat was zo drie boys tegenover elkaar. En eentje ging dan soort van
uitsloven en die andere twee staan aan te kijken. Zo, ja man, die gaat fucking lekker. Lekker, oh, lekker. Oh shit, yeah. Idee hebben dat ze losgaan op Bomfunk MC's. Ja, ja, Friese Island. Ja, ja, ja. Maar anyway, er was een soort van cypher ontstaan. B-boys aan het dansen en shit. En mensen, daardoor kunnen heel veel andere mensen niet meer dansen. Omdat het gewoon heel veel vierkante mensen zijn. Ja, je taking up all the fucking space. Ja, you fucking up all the party. En toen, hij werd er ook een beetje, hij was er ook een beetje klaar mee. Maar hij is ook wat ouder. Real Canario. Oh, ja. Dus die komt tijdens dat hij het liedje aanzet, komt van het podium aflopen. Hij gaat in die two-step en hij doet een soort van headspin. En al die guys, die staan te kijken van, wat de fuck gebeurt hier nou? En dan loopt hij terug naar zijn DJ-ding en gaat verder met draaien. Maar een soort van, yo, ik ben hier de beste. Ik zorg voor de muziek. Laat andere mensen dansen en shut the fuck up. Dat deden de allen denk ik ook regelmatig. Maar dat vond ik zo keihard toen. Maar Real Canario. Maar goed. Ja, toch ook een DJ-duo, Jeff en Kev, hoe is het daarmee? Gelegenheidsduo. Misschien moeten we dat weer een keertje doen, Debrief. Ja, absoluut. Jeff en Kev. We kunnen nu ook wel vertellen dat jij stiekem Branko's in DJ-set toen hebt gehaald, hè? Ja. Ja, wat hard. Het was gewoon de realness, gewoon real hip-hop in de duivel. Sick, Jeff en Kev. Maar het dingetje kan dat nergens anders draaien. No, nobody gives a fuck, zeg maar. En Japan zou het kennen. En Japan is de realness. Misschien is dat gewoon de markt die jullie moeten aanboren. Nee, Ludwig-achtige shit, toch? Of dat bestaat niet. Nee, maar Ludwig is... B-kanten van de Funky Tension Technician van Lord Finesse, die kan je nergens meer draaien. Nee, dat is waar. Behalve de duivel. Winston. Winston Kingdom, ja, ook nog wel. Live in the Loop, bestaat dat nog? Bestaat het nog? Ja, maar je betaalt... Doet Complex het nog? Nee, maar volgens mij betaal je daar iets... Mensen, ik zag het, ik had zoiets van, oh ja, laat me daarheen gaan voor de grap. Want... Maar dat is niet gratis. Nee, dat is gaat de zon op. Dat is iets van €12 of zo. Echt? Ja, dat is echt fucking veel. Maar voor wie betaal je dan? Voor MC Surya? Maar €12 voor 1200 bars, dat is niet duur. Come on, 100 bars per euro, daar koop je geen cd voor. Ja, dat is wel echt shit gebeurd, man, in die tijd van ML75 en zo. Oh, rest battles in peace, ML. And this, and... Hey, we gaan deze podcast toestanden. Ik heb wat dingen voorbereid. Dat was een beetje mijn opdracht. Elke week gaan we iemand anders de rol geven. Ringleader. Wie de ringleader is. Sowieso is Chiron altijd de ringleader. Oh, maar, geboren leider. In zijn mooie trui. Omdat hij zo aardig is in zijn mooie trui. En bij de gratie van zijn goedheid mogen andere mensen soms wat dingen voorbereiden. Dat gaan we wekelijks afwisselen. Merci. Daarvan hebben we een paar items bedacht, waaronder het dissecten van hele domme raplines. Ja, dat is fantastisch. We sluiten de show af met een... Een gedicht? Als je een gedicht nog hebt, dan hebben we die, dan is dat de encore van de show. Ja, wil je een soort van Nico Dijk zo'n pen en papier, dat je al rest shit kan... Dan ga ik niet meer met jullie praten. Nee, maar je kan af en toe even door iets noteren. Maar je slaat nu alles op. Ja, oké, misschien... Ik ben een soort van de Jay-Z van de gedichtenwereld, hoor. Een beetje een freestyle gedicht, shout-out naar Jay-Z. Maar goed, Rablines, we sluiten de show af met wat trivia. Ik stel voor dat de winnaar van de trivia... Niet stiekem lezen, ik zie je op Jeff's telefoon kijken. Dus het is niet in Pools, hè. ik Nederlands praat een beetje. De winnaar van de trivia shit, of de winnaar, ik ga het bijhouden. Mm-hmm. Ik stel voor, ik ga 5 vragen doen, verschillende genres. Mm-hmm. De winnaar daarvan, dat is de persoon die de volgende show gaat voorbereiden. Of die mag kiezen. Wie of die mag kiezen, dat kunnen we doen. Ja, voel je het als overwinning om het te voorbereiden of niet? Dat is een beetje de vraag. Ja, dat is beter. Ja, maar you probably should. Dus je zou het als een overwinning moeten voelen, zeg. Ja, toch? Ja, dat is leuk. Om je mensen... Ja. Ik heb het ook omdat ik wel dacht, zoals het nu al gaat, dat we heel veel shit zouden gaan praten en weinig tijd zou zijn voor... We hebben altijd van de wereld, hoor. Ja, dat is wel waar. Nou, ik wil nog even over politiek hebben of zo. Nee, ja, dat kan. Nou, ik heb al wat nieuwsitemtjes genoteerd, maar omdat we nu al een uur aan het lullen zijn. We kunnen wel even eerst nieuws doen. Ik bedoel, hebben we Verlangen Frans gezien? Hebben we Rick Ross op Adele gehoord? Beide niet. Rick Ross op Adele, ik denk alsof hij dat gewiept heeft. Op Adele. Adele is dood. Ik liep langs ergens en toen... Nee, Rick Ross is mij afgevallen. Rick Ross is... Rick Ross is alleen maar Rick. Ross is gone, man. Serieus, hij is gehalveerd. Jeff, jij hebt internet. Laat een foto zien van haar, Kars.
Ja, maar dat moet je gewoon van me aannemen. Dat mogen de luisteraars nu lekker thuis doen. Als jouw baard iets langer was, zijn we nu lekker afgevallen. Speaking voor de duidelijkheid, sorry. Als je gaat googlen naar Rick Ross, die is afgevallen. Google ook even Jonah Hill. 2015. Die is aangevallen. Die is twee keer Rick Ross momenteel. Wel sad, ja. Maar terug naar vragen. Hebben we Frans gehoord? Ja, hell yeah. Shout out Lange Frans. Nee, ik heb wat, okay, what happened? Ik heb Frans, niks gehoord. Lange Frans stond in een interview in het NRC, als ik me niet vergis, waarin hij Prins BN'ers interviewde over meedoen aan spelshows. Ja. En toen had hij gezegd, ik doe niet mee in Expeditie Robinson, want dan ben je... Wie is de mol? Of Wie is de mol? Want dan ben je een maand weg en ik krijg geen money en ik ben geen miljonair. Ik kan niet een maand gewoon weggaan, want dan ben ik skeer en dan moet ik Bami-soep eten de hele week. Yes. Niet in die woorden, maar... Dat is geen straf, hè? Bami-soep is fucking nice. True, maar het is wel cheap. Yeah. En AD had het toen overgenomen met als kop, Lange Frans is een geldwolf en doet alleen maar mee aan shit voor money en dit. Okay. Dat. En toen heeft Lange Frans, dus dat filmpje gemaakt voor 20 minuten, waarin hij... Je eindredacteur belt. Waarin de eindredacteur belt. En hij zit in zijn auto. Dat heel hij zit soort van op de passagier, of de gewoon voorin. En hij filmt zichzelf terwijl hij belt, 20 minuten lang. Films werken altijd het beste. En hij schreeuwt die gast echt fantastisch. Ja? Ja, maar echt goed, heel gefundeerd argumenten. En gewoon van, joh, je shit klopt gewoon. Ja, en af en toe gewoon een heftige kanker. Ja, dat ja, 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 ja. Wel gewoon, nee, maar hij gaat er heel menselijk in. En hij zegt ook gewoon van, joh, je bent gewoon met clickbait bezig. Jij, ja. Je kopieert shit, je haalt de context weg. Heel de context is gone. En jij gaat nu soort van op over de rug van hardwerkende mensen bij het NSC, ga jij hits pakken. Want het was een webartikel. En nou, dat is hem compleet terecht in het verkeerde keelgat geschoten. En dat was een mooi filmpje. Hoe reageerde de eindredacteur van het? Ja, als een soort van... Fucking schijnheilig. Heel schijnheilig en heel, ja. Heel bang. Het is een mooi ding, omdat het heel tekend is voor journalistiek aan 2015. En iemand... Letterlijk iemand wat over gaat, belt die guy op en vraagt hem gewoon, what the fuck? Waarom? En hij had geen solide tegenantwoord. Van, ja, hier want zeg dan, ja, ik sta hier, ik heb niks aan je belletjes, ik sta hier 100% achter, zoek het maar uit. Ja. Zeg dat dan. Lange Frans heeft die mezijdig groot gemaakt. Ja, ja, precies. Ik heb er 14 jaar gewoond, hetzelfde speeltuin als je, dus in dat opzicht Lange Frans, man, voor altijd je back. Ja, ja, nice. Als die gast van AD retaliate, jij staat daar. Yeah, de shout-out van de week gaat naar Lange Frans. Sowieso. Ja. Okay. Ja. Maar goed, nou, dat is een beetje het nieuws. Rick Ross is op die nieuwe single van Adele gesprongen, wat echt best wel leuk is. Ja. Ik heb beide niet gehoord. Ja. De single niet. Ja, het is gewoon een typische Adele track. Ik vind het mooie muziek, maar het is wel heel erg die poppy emo shit. Yeah, en, not feeling that right now. Nee, ik raad het af om te luisteren hier voorlopig, Kev. Ja. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Maar nou ja, goed, het is gewoon grappig. En mensen vinden het... De combinatie Rick Ross en Adele is natuurlijk wel grappig. En ik vind het wel leuk. Maar het is tof. Ja, het is wel tof. Ik vind het... Hello, geloof ik. Maar komt Rick Ross ook zielig? Hij komt een soort van politiek... maatschappelijk correct komt hij. Okay. Ja, hij komt met de soort van de sociale verschillen in de wereld. En de poverty ik vind het heel grappig. Hij zit ook over die PR. Ken je dat van Tim Westwood? Dat Tim Westwood hem vraagt. Hij heeft in dat filmpje ook geen bril op. En dan heeft hij die gekke kikke ogen. Je ziet Rick Ross zelfs zonder bril. Maar als je zonder bril ziet... Oh ja, dan heeft hij van die soort van puk ogen. Ja. Van die hondjes. Hij lijkt een beetje op Ape Sapien uit Hellboy. Zeg maar, die soort van vis. En dan vraagt Tim Westwood iets over zijn dieet. En zit hij gewoon peers. Ik weet niet precies meer, maar dan gaat het over peren. En dan shit met meme. En het is heel grappig. Peren. Dus elke keer als ik een peertje op denk aan Rick Ross. Nice. Okay. Nice. Ik las om je vroeg net over politieke content. Ik las kreeg een alert van Reuters dat Obama troepen naar Syrië gaat sturen eindelijk om IS te bestrijden. Ja. Oké. We kunnen het over de vluchtelingen hebben. We kunnen het ook niet doen. Nee, ja, ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat er genoeg media is. Wij zijn vakantieboeken. Ja. Als er nu vluchtelingen voor je deur staan, laat je ze dan binnen, mogen ze op de bank tukken? Als het er één is of twee, als je er wat jouw ruimte toelaat? Ik zeg nu heel hard ja. Kijk, als het douchebags zijn en klootzakken die op de bank gaan schijten, ik denk dat het er heel erg vanaf hangt hoe het gebracht wordt. Maar ja, ik ben all for, voor iedereen is welkom, et cetera. Maar ik denk dat je makkelijker iets toegeeft van ik doe het. En als het dan gebeurt, dat je dan wat sneller nee zegt. Maar ik... Nee, ja joh, tuurlijk.
Ja, maar dus, ik heb er met alle soort van, met alle charity, of charity, met alles wat een beetje van je gevraagd wordt, het hangt een beetje op de manier, nou nee, trouwens ben je wel, ik zou het gewoon doen. Fuck it. Kijk, het is natuurlijk... Als je tegen me zegt, ik ben een vluchteling, ik kan nergens terecht, mag bij jou een nachtje tukken, tuurlijk, prima, kom maar. Met... Bij Kevin heb ik dat af en toe wat minder snel, maar... Wat? ik heb getukt bij Kevin, ik tuk nog steeds bij Kevin, en ik voel me ook een beetje een vluchteling. Ja, shout-out. Thanks voor de gastvrije. Ja. Ja. Maar, the couch is all yours. Sowieso meer een hypothetisch ding, toch? Wat was de hypothetische stelling? Ik was pissen en we snijden hier niet in. Stel iemand belt bij je aan. Laten we afspreken, als je naar de wc gaat en je mist iets, dan heb je het gemist. Ja, oké, I missed it. Okay. Jammer. Cool. Ja, next. je kan het teruglezen. Ja. Op iTunes van DJ. Hey, jongens, iets anders, want die vluchtelingen dingen doen een paar Witteman maar, of Witteman niet meer. Iets leuks doen. Ja, nog even, rest in peace, Jam Master J, die is vandaag 13 jaar geleden overleden. 13 jaar overleden? 13 jaar geleden? 2002. Is dat 13 jaar geleden? Yep. Ja, doodgeschoten, hè? Maar we zijn... Verzuchtte hij. Life's a bitch. Ja, nee, inderdaad. Yeah. Een soort van, it's like that. Een soort van... Jesus Christ. Wow. Ik ben benieuwd. Als je weet waar die het nu over heeft, stuur dan een mailtje. What's NXET? What's next? What's next? What's NXET? Je hoort het al. Classic line van Warren G. Waarin hij zijn rap opfokt. Mm-hmm. Hij kan het woord next niet goed spellen. Maar het is mij zo'n mysterie. Het is mij zo'n mysterie dat niemand... Ik bedoel, die track is opgenomen. Er waren een paar mensen bij. Die track is gemixt. Die track is gemasterd. Hou die gedachte alsjeblieft vast. Okay. Ja. Ik ga er verder. We zijn aangekomen bij het item waarin we domme raplines gaan ontleden. En om je even te onderbreken. Ik stel voor dat wij nu in de post dit een line erin editen. Kunnen we eruit knippen. En dat we dan gewoon... Ik heb geen idee. Nee, het is okay. Film niggers. We gaan raplines dissecten. Maar... Kevin geeft het net al aan van hoe de fuck gaat het proces van iemand die het opfokt in de booth, waar een producer vaak bij is, er is een engineer bij. Er zijn 12 goons bij. Er zijn 12 weed carriers bij. Vervolgens gaat het naar het label. Het label checkt het, ja man, tof, oh, dit gaan we wel single doen, dit gaan we niet doen, dit wordt artwork, bla bla. Dan gaat het misschien nog naar een distributeur die je misschien wel hoort, whatever. Anyway, er zitten zoveel stations tussen het opnemen en het daadwerkelijk in de winkel leggen en dat het bij de consument in de oren komt. Ja. What the fuck gebeurt er dat mensen dit soort fouten kunnen maken? Nu is mijn vraag aan jullie. Jullie zijn allemaal gewerkzaam in de film. Jij hebt veel toneel, maar ook film gedaan. Ik als filmliefhebber, wat ik stevast doe, is naar IMDb gaan en de trivia en de goof checken. Ja. En een van mijn favoriete onderdelen is de continuïteitsdingetjes. Ja. Heb ik dat gezien? Heb ik dat niet gezien? En vaak is het zo hele kleine dingetjes van, had toen wel een roos op zijn Colbert en 5 minuten later niet meer. Ja. Ben je daar als regisseur, jij als producer, jullie als makers, zijn jullie daarmee bezig? Jawel, maar het is niet... En de dingen die we... Zijn mijn videoclips, de running joke is... Dus, als iemand is het, juist voor. Nee, maar als iemand op een videoclip zegt van... Is dat wel continu? Dan is het running joke... Ah joh, is een videoclip. Continuïteit bestaat hier niet. Maar dat is ook wel echt een beetje het ding. You don't care. Tenzij het als een heel filmisch verhaal een ding doet, zeg maar. Ja. Ah, bijvoorbeeld bij Kruger 180 of Paardenkracht. Ja, die let er wel op. En je hebt in principe... Normaal gesproken bij zo'n kort heb je een regieassistent die gewoon daar heel scherp op let. Dat is de taak van een regieassistent. Onder andere een regieassistent. Maar ook bijvoorbeeld styling moet daar ook op letten bijvoorbeeld. Ja. Want als stel de kraag zit verkeerd, dan is het bij de ene scène en tegen scène zit de kraag goed. Ja. Dan moet de stylist eigenlijk zeggen van, yo, dit zit niet. Maar de stylist kan bijvoorbeeld... is dit anekdote time? Ik heb de beste anekdote. Go. Ik deed een making of bij New Kids. Deze is zo goed. Ik deed een making of bij New Kids 2. Tweede New Kids film met zombies, crazy shit, helemaal krankzinnig. En er is op een gegeven moment een scène dat Huub Smit, de hoofdrolspeler, een soort van een bus inloopt. En 10 zombies onthoofd en helemaal krankzinnig gaat en lijpe shit doet. En... Met heel veel special effects. Dus een hoofd dat afvliegt, bloed dat alle kanten op spuit. Gewoon een gekkigheid. En die scène was 2 keer gedraaid. En op een gegeven moment hoor je een soort angstding over iedereen heen gaan. Dus van, ik hoorde iemand zeggen, moet Huub niet een ooglap op hebben in deze scène?
Want drie scènes ervoor verliest hij zijn oog. Of I don't know, ik get shot in the eye, whatever. Mm-hmm. En toen is het dus... Die scène was al drie keer gedraaid, maar dat hij geen ooglap op had. En dat is een scène die fucking veel geld kost. Waar 150 figuranten als zombies verkleed staan. Waar een soort van mad pressure op alles zit. En toen kwamen ze achter, oh, Huub heeft geen ooglap op. En een beetje terugschakelen op wat je net vraagt. Want toen was het, daar ontstond heel erg de vraag van, oké, wiens verantwoordelijkheid is dit? Was dit styling? Is dit regie? In principe is het iedereen, want je should fucking know dat Huub die ooglap op heeft. Maar ik weet ook hoe het werkt. Dat de meest voor de hand liggende dingen kun je over het hoofd zien, zeg maar. Ja. Dus dat... Omdat het zo voor de hand ligt, omdat het niet top of mind is. Omdat je gaat vanuit dat het goed zit. Ja. En... Ja, het is iets waar je heel erg op moet letten. Maar het zijn ook een hele kleine dingen, hoor. Dus het is vaak ook... Iemand zit net anders in het ene shot. Of iemand zit net aan de andere kant op. En hou je geen rekening mee. En, maar aan de andere kant is ook part of fucking game of zo, weet je wel. Het feit dat je bij elke film op IMDb die shit hebt. De grootste productie is dat hele die continuïteitslijst. Ja, die is, joh, it's crazy. Is fucking lang. In The Matrix heb je één scène dat Neo dat het kantoor loopt. En dan helemaal alleen is. Dat die twee agents hem achterna zitten. En het één scène dan verstopt hij zich. En dan zie je dat een random hand in beeld. Zo naast hem. Okay. Dus dat hand. Yeah. Dat vind ik een van de meest classic. Dat is van iemand van de set. Ja, ja, zo'n crew. Je ziet zo'n crewhand volop in beeld. Zeg. Sorry, okay, Kevin, maar dit is een beetje een cliffhanger. Want hoe liep het nou af met die Huub? Met Neo? Oh ja, dat moest opnieuw. En iedereen was helemaal pissed. En dat is helemaal fucked up gegaan. Dat was... Het was niet dat ze zeiden van, oh, we fixen het wel. Nee, je gaat niet... Ik veel met... Je kan die scènes niet opnieuw eerst gaan schieten. Nou, ze gingen het opnieuw doen. Maar dat heeft een halve dag heeft heel veel geld gekost. Ja. Alright. Ja, maar dat vergeet ik. Bedoel, en ik ook, hoor. ik luister ook jij ook via de podcast van Kevin Smit. En daar vertelt natuurlijk heel veel over die inside dingetjes van het regisseren van allerlei films en allemaal leuke anekdotes. Maar ik realiseer me niet, ook al heb ik er wel eens mee te maken gehad, maar vooral als kijker, dat een extra halve dag, en je allen weet het natuurlijk helemaal als producer, kost zoveel geld, zoveel arbeidskosten, zoveel huurgeld van apparatuur, zoveel locatiedingetjes, al die shit. En dat besef me pas sinds kort eigenlijk. Ja. Ik denk om even een indicatie te geven, en dan hebben we het niet over Hollywood producties, maar ik denk een productie bij ons, een soort van normale, wat kleinere productie. Dat je daar voor een halve draaidag met een volledige... Ga je bedrag noemen, ja. Okay. Maar van een volledige crew, als je echt uitpakt, dat je dan aan de 10k zit. En dat is alleen crew, hè? Ja. Dus dat is dat van mensen... Laat staan, zo'n Hollywood ding, weet je wel. Mm. Waar je dan een crew hebt die 10 keer zo groot is en fees hebt die 10 keer zo groot zijn. Ja. Ja, niemand gaat lief voor je zijn en zeggen... Oh, you fucked up, weet je wat, we doen het wel for free. Nee, dat gaat niet meer doen. Wat dat betreft is dat wel een groot verschil met de theaterwereld. Wij gaan gewoon door tot het af is tot 11 uur s'avonds. Jullie doen ook maar wat, kom op. Ja. Nee, ik pak je. Nee, ja, maar... Ja, dat is ook CAO-lifestyle. Van oké, whatever. Subsidie, whatever. Mijn belastingcent is dat jij... binnenkort een nieuwe... Jij hebt binnenkort een nieuw stuk? Ja, ik heb 22 november, de dag voordat Kevin... Bijna 30 jarig is. Bijna 30. Ja. Ga ik in première in Den Bosch met de theatervoorstelling Als je maar hard genoeg rent, weet niemand meer waar je bent. Ik heb de trailer of de promo gezien. Ja, en de trailer is dat we rennend aan het buigen zijn. Ah, ja. Applaus halen. En, ik vind het wel een goede titel. Ja, zeker. Het is met dezelfde regisseur met wie ik vorig jaar... werkte aan het toneelstuk Ja, jullie hebben hele mooie spulletjes. Ook een fucking goede titel. Ja. De beste titel. Komt hij met die titels? Ja, even zijn de titels. Misschien moet hij een naam van zijn podcast verzinnen. Ik zou het hem eens vragen maandag. Maar dit is een 8-plus voorstelling die eigenlijk ook heel erg voor volwassenen is. En we zijn nu in de repetities heel veel rondjes aan het rennen. Echt kilometers aan het maken. Dus ik, van mijn belastingsgeld ben je dat rondjes te gaan. Van jouw money. Heb je specifiek gevraagd om mijn belastingsgeld? Dat zou sick zijn. Ik wil het belastinggeld van Kevin Bartels. Ja, maar oké, je krijgt een ton subsidie. Oké, cool. Kan ik kiezen van wie dat belastinggeld afkomt? Ja, dat je dan net zo lang gaat van hem, totdat je bij de ton bent. Ja.
Maar ik wil ook nog wel even meedelen dat ik nu de beste conditie van ons vieren heb. Dat is gewoon een beetje. Heb je gezien hoeveel wij drinken en roken in deze 51 minuten? Dat is niet zo. Gaat maar hartstikke zolang goed ik beter op het nummer toe gaan. Mensen. Vanaf, zolang ik elke dag poep, ben ik helemaal. 22 november, we gaan overal spelen, zelfs in Drachten, jeez. Gaat zien. Tweeënhalf uur rijden bij Friesland. Drachten klinkt als. Als drachtig. Nee, ja, precies. Als een zwanger dier. Drachten klinkt als iets waarop je kan rijmen met verkrachten. Dat klinkt niet zo. Dat is feitelijk waar. Het zijn dezelfde letters. En dat je daarna kan verzachten. Ja. Maar we zijn over die freestyle. Dat was een domme lijn. En ik heb hier nog een domme lijn. Ik was 10 jaar oud en toen kwam Unfinished Business uit van EPMD. Ja. En ik begin bij oud en ik heb zometeen iets nieuwer en dan nog iets nieuwer. Maar dit is zeg maar hoe we Amerikanen een beetje kennen. Jullie hebben veel videoclips gemaakt. Jullie hebben ook vaak met Amerikaanse rappers gehangen. En dan waren ze of veel gestoond of gewoon... Een beetje de domme Amerikaan. Hebben jullie vaak gehangen met de Amerikaanse rappers? Nou ja, goed, maar jullie... Ik heb gehangen met Koosje Deels. En we waren buiten... Wie is Koosje Deels? We waren buiten ons kantoor aan het roken en er kwam een guy. Ik had een pentagram-achtig jasje aan. En toen kwam hij naar me toe, volgens mij in de veronderstelling dat het een Davidsteen was. Was een all-over print van alleen maar pentagrammen? Nee, gewoon op mijn rug. Subtiel klein zat een eerste detail. Volgens mij was hij een beetje schil en dacht hij dat het een Davidsteen was. En toen kwam naar me toe, yo dude. Judaism, son. Yo dude, what up? Sick fucking jacket, man. Where you got it from? Yeah, from Satan. Yeah. From Satan. From Satan. Nou ja, en toen bleef hij maar lullen over... toen vroeg hij waar het vandaan kwam. Toen ging hij lullen over zichzelf. Dat hij MC is en hij was de MC bij Wooha, notabene. Hij hostte Wooha. Oh ja, feestje in Amsterdam ook. Hoor. Tilburg Wooha. Oh ja, ja, ja. Tilburg 013, shout-out. Ja, Aaron. En Kevin stond erbij en wist hij, het was een fucking flapdrol, maar hij had zijn promo game had hij unlocked. Want op een gegeven moment... Ging je onze telefoons pakken en zichzelf liken? Ging je op onze Facebook hem liken? En zichzelf volgen op Instagram? Yeah. Maar dat is iets van... Dat is pretty hostile social media strategy. Het klinkt een beetje als Smitty. Smitty die... Smitty Smijt. De OG... mijn mixtape pushen om 3 uur voor de butterzoet. Ik dacht dat jullie Smitty van echt 10 jaar geleden... Diamonds on my neck. Ik onderbrak je. Ja, goed. Oh nee, mag ik een anekdote over hangen met rappers? Dat is wel echt leuk. Namelijk. We gaan zo meteen nog steeds raplines doen. Mocht je nu inschakelen bij iemand anders. Omdat je zei van... Jullie hangen veel met Amerikaanse rappers. Dat niet per se het geval. Nee, goed. Maar, ik vertelde jou het verhaal laatst ook. De eerste week dat ik in Amsterdam woonde... ging ik naar de Jimmy Woo. Waarschijnlijk. I don't know. Jim sleurde met me mee. En ik liep Jim Tayutu, shout-out. En ik liep bij Museumplein en ik hoor op een gegeven moment uit een soort van portiek, hoor ik zo een stem komen. Zo, yo man, yo, you got a cigarette? Dus ik kijk en ik zeg, oké, whatever. Dus ik geef die gast een sigaret en hij hangt naar voren toe in het licht. En toen was het Billy Dance van M.O.P. Gruulig. Die een soort mad slecht lag te gaan in een soort van portiek. Gruulig. En ik was 20 en ik dacht zo, oh my fucking god, Billy Dance van M.O.P. vraagt me om een peuk in the gutter. Amsterdam is fucking best crazy. Shit ever happened gewoon. Yeah, en toen zei hij, ja, een poetje. Toen herkende ik hem, zei ik, yo, you're from M.O.P. Waarom the fuck are you laying here in the street? Going kapot. Why are you laying here? En toen zei hij, ja, we have a show tomorrow, I'll put you on the list. First family for life, son. I got the streets. And you up eats gewoon. En toen zei hij, I'll put you on the list, what's your name? Ik zei, Kevin. Hij zei, yeah, I'll put you on the list. En uiteindelijk ben ik niet gegaan. Ik had er niet heel veel vertrouwen in. Firing squad. Dat ik uiteindelijk op die lijst zou staan. Maar goed. Ja. Lions, bars. Ja, dus, bars. Ja, daar zijn we mee bezig. De reden waarom over Amerikaanse rappers dat we allemaal wel kennen, want het is een beetje een cliché deze eerste lijn. Want dat verwachten we bijna van Amerikaanse rappers, dat ze geen idee hebben waar ze zijn. Ja. Daarin, absoluut. In die soort van ignorance die daarin heerst, van, dat heeft voornamelijk te maken met het schoolsysteem al daar. Weet je, America's the greatest, fuck the rest. Had EPMD op hun album 89 Unfinished Business, de track It Wasn't Me, It Was The Fame. Mm-hmm. Had Perry Smith, PMD,
de classic line, en het slaat echt alles in die categorie waar ik het nu over heb. Ik ken die, ik ben super benieuwd. Komt ie. Ja. I did shows in crazy countries like Europe and France. Hij gaat verder. Copenhagen, Denmark en Amsterdam. Dus van, I even been to our country that they call Africa. En, wow. Nou, ja, dus denk, daar gaat die soort van, wat gebeurt er allemaal? Hij noemt een hoofdstad en de hoofdstad van een land. Dus dat op zich gaat goed. Zeg van, ja, maar, als je daarmee zou beginnen, zou je lekker gaan. Ja, Kopenhagen, Denemarken, ja, prima. Ja, you got this. Ja. Maar dat was pre-Google Maps, hè, laten we dat wel weten. Ik denk niet dat PMD een atlas in de studio had. Nee. Maar dan wederom van, er zit een producer bij. Nou, Eric Sermon was dan zelf de producer. De Green Eyed Bandit, ik weet niet, weet je, hoe slim hij zelf daarin was. Hij didn't care waarschijnlijk. Maar er gaat zoveel verschrikkelijk verkeerd in zo'n opsomming. Van like Europe and France. En dan voor Kopenhagen, Denmark en Amsterdam. Dus dan noem je een stad en dan de hoofdstad van die stad. En dan nog een andere stad in een ander land. Maar je hebt het over countries. Ja. En dan heb je het over countries. En dan komt er opeens een continent bij kijken. Niet een gering continent. Nee, gewoon Afrika. Wellicht het grootste continent. De volgende stap zou zijn, ja, Earth. Ja, echt, inderdaad, I've been to Pluto. Ja, dat is future geweest. Nou ja, weet je, ik denk dat je het redelijk goed kan vergelijken met de afgelopen jaren gemerkt. Echte Amsterdammers, buiten de ring is whatever. Als ik zeg, kom in Venlo, zo, oh Brabant, dat gebeurt. En als je in Amerika woont en het is niet heel makkelijk om ergens anders naartoe te gaan, fuck do you know. Ja. Ja. Maar goed, wij hebben op school wel hoge zand, sappen meer geleerd, weet je. Dat heb ik niet geleerd, nee. Maar je hebt topografie en aardrijkskunde. Ja, maar we hadden hoofdsteden van de 12 provincies. En we hadden wel meer dan dat, hoor. Ja? We hebben dezelfde school gezet. Ik spijt, ben je nog niet in die levensstijl dat je middels te horen een plaatsnaam, hè, dat je die hoort en gelijk kan plaatsen? Nou man, hoge zand, sappen meer. Groningen, toch? Ja. Ik heb een tijd lang in een kroeg gewerkt in Rotterdam, waar meerdere gekke, dronken mensen langskwamen. Hoe heet die kroeg ook weer? De Bootleg. Shout out, rest in peace. Shout out, daar kunnen we een aflevering aan spenderen. Ja, ja. Bootleg memoirs. En ik kreeg daar ooit de mooiste vraag, aanhakend op jouw verhaal, ik kreeg daar ooit een heel mooie vraag van een klant. En er was een Amerikaan, die kwam naar me toe en die vroeg, yo, this is Europe, right? Nice. Ik zei, ja, G, je zit gewoon in Europa. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat is dan, je hebt dan een vlucht geboekt. Maar denk je dat die gasten, hadden ze het in die tijd echt al shows overal gedaan? Of was dit een soort van bragging and boasting, een soort van Goudvis Hall binnen de Goldfish Hall? Ik denk dat zij... Europa was toen wel pop in wat we hiphop betreft al. Dus er werden wel veel mensen geboekt al, weet je. Public Enemy heeft nog 3 jaar daarvoor of zo in de Jaap van Ede al hier gestaan. Hoe lang is het geleden? Dit is 89. Jawel. En EPMD, ik bedoel, dit was wel hun eerste plaat. Of zeg ik dat goed? Nee, het tweede plaat. Strictly Business. Ja, tweede plaat. Yeah. Dus Strictly Business was de eerste. Ik heb nog nooit een hele plaat van EPMD geluisterd. Ik ga niet naar huis. Ja, oké, okay, sorry. Ik heb nog nooit iets geluisterd van EPMD. Jij bent de wildcard. Ja, ik heb wel de classic, de top 5 of zo. Al House You. Maar om nou te zeggen dat ik een heel album heb gehoord. The Headbanger, Sick. Dat is Eric Sermon's solo, toch? Nee, dat is met Redman solo. The Symphony met Lady Luck. Ja, maar dat is later. Soort shit, ja, later inderdaad. Nee, je moet even de eerste paar plaatsen. De Jane Saga's, die zijn wel classic. Ja. Oh ja, de Jane Saga's. Maar goed, het is zo flabbergasting dat je dat kan zeggen en het uitbrengt op een stuk plastic of een stuk vinyl. Ja. En nou ja, goed, dat was dus mijn domste lijn die ik kon bedenken. Maar ook om daar weer op aan te haken, wat ik misschien nog dommer vind, is, ik was een keer bij een show van Deftones, dat is een metalband, die traden op in Ahoy Rotterdam. En dan ben je op tour, je hebt een itinerary, je checkt even waar je bent. Ja, je agent weet het, door een laatste informeren door maar, je agent. Nou ja, maar überhaupt dat...
Als je van land tot land gaat, dan heb je wel... Ik hoop dat je enigszins door hebt. En je bent Deftones. Je bent niet soort van... Je bent niet Britney Spears die gewoon ergens... Of Britney Spears, om even als oude lul te klinken. Je bent geen Rihanna die gewoon op vlucht wordt gegooid. Je bent gewoon je tour met een bus. Ja. Dus je ziet grenzen en whatever. Wordt dit een Hello Belgium verhaal? Yeah, Hello Germany. Hello Germany. Dit is al pijnlijk. Oké, wacht. Alan put me on blast met de air wc-papier verhaal. Mm-hmm. Ik ga nu hierop inhaken met iemand die iets zegt en dat is een grappig verhaal. We waren vorig jaar op Rotterdam Beach bij Future. Yeah. Ja. Deze is zo classic. Ik ben zo blij dat ik deze aan een potentieel groot publiek kan vertellen. We waren bij Future, mijn favoriete rapper op dit moment. De beste rapper van de afgelopen jaren. Yes. Drie mix heeft ze gedropt de afgelopen jaar. Shit was allemaal crazy. Gewoon... Future, the fucking future, and the future. Past, and the current. Maar in ieder geval, zoals wij weten, het label / the movement van Future heet Free Bands. Side note, ik luister heel veel metal. Ik luister af en toe een beetje. Nee, gewoon heel de avond door Asher Bronson naast. Ja, je moet niet doen alsof je moet niet. Het is oké. En op een gegeven moment, dus Future komt op, doet zijn tracks, wat een hardest live show was. En op een gegeven moment zegt hij, when I say free, you say bands. Free bands. Nou ja, crowd interactie, zo gaat het. En Alan staat naast mij, gaat van stug met zijn armen over elkaar. En ik sta mee te roepen, free bands, whatever. En Alan zegt op een gegeven moment, fuck die shit man, die gast zit sowieso voor een reden vast. Waarom free, hè? Free bands. Yo, free my nigga bands, yo. Dus Alan was helemaal zijn dat bands... Een goede vriend van Future was. Die iemand gepopt had en voor een reden vast had. Die even Jilla gepakt had. En ik was daarop tegen. Ja. Deze is een eentje in de containerbar categorie. Ja, dus dit moet je die ook even vertellen. Welke? We waren in Berlijn, de containerbar. Remember? Gaan we nu al mijn domme shit benoemen? Nee, maar die is niet zo goed. Oké, volgende line, Jeff, let's go. We gaan 7 jaar verder. 96, Affirmative Action. Je zei iets nieuwer. Ik denk we komen wel onder 2005 of zo. Steeds in jouw puberteit. Nee. Ik heb zo meteen uit eentje 2004. Kom je nou nog... Dat is de nieuwe, 2004. Kom je nou nog terug op die van RNG? Of is die... Nee, dat is de titel. Ja, dat is gewoon de titel. Dat is gewoon de aanleiding. Daar gaan we elke week over beginnen. Okay, ik denk dat die van RNG een bewustie was. Bewustie? Ja. Ik heb hem wel... Ik sta bij dat ik iets over had van... Het was gewoon stoned, man. Ja, dat is de best excuse. Ja, dat heb ik ook heel vaak gezegd. Ja, ik was gewoon stoned. Dat zeg je elke dag. Maar, nou, weet je, het feit dat hij het zo heeft gerapt... is de reden dat wij het nog steeds over dat hele nummer hebben. Ja, misschien is dat te weinig, maar... Ja, maar dat heeft hij nooit zo bedacht. Dat, zo bedenk je, hij was zo creatief is je ook weer niet. Nee, daar heb je wel gelijk. Nee. Oké, excuses. Mocht je wel Warren G fan zijn... Ja. Luister even de Combat Jack Show met Warren G. Fucking leuk verhaal over al die oude Death Row tijd. Luister niet die nieuwe EP, want die shit is echt... Nee, je moet sowieso zijn muziek na 94 niet luisteren. Maar hij heeft nu dus dingen... hoe heet die eerste plaat nou? Regulated G-Funk Era. Ja, G-Funk Era Part 2. Ja, oké, maar dat is niet boring. Dit is heel dom. Ja. Zal van Stapler was volgens mij... Nee, zou dat nou zo. Die was daar wel enthousiast over. Nee, dat is niet goed. Oh, wel? Nee, het is niet goed. Nee? Stond een track met Bombi op, waar ik een soort van zin in had. Maar je kan ook niet Bombi op een PG van. Nee. Speaking of... dat is nog niet waar, want de eerste plaat van GGK is wel van funky. Ik wil even iets zeggen over de West Coast, want ik moest laatst echt... Over heel de West Coast? Ja, nee, ik moest met pijn in mijn hart toegeven dat het nieuwe album van Game echt heel goed is. Oh, wel. Ja, ik wou zeggen. Jeff vertelt mij dat al de hele week. Hebben die trouwens, speaking of the game, hebben die vandaag zijn foto gezien die hij op Instagram heeft gepost? Nee, man, ik volg hem niet op Instagram. Ja, ik ook niet, maar ik zou het voorbij komen. Hij heeft van een foto gepost van zichzelf in boxershort, waarin je zijn dik heel erg nadrukkelijk ziet. Ja. Dat is de reden waarom ik hem niet volg. Ja, met allemaal chicks vragen van, hey, beetje like my shit. Okay. Chiron, je reactie erop. Je reactie. 15 of 10 jaar de aller vervelendste rapper ooit. Ja. Maar ja, dat eerste album en ook dat album daarna en ook die nieuwe zijn... Ja, kan ik heel moeilijk op haten. Het doet me echt pijn. Ik luister dat je naar pijn en dat je niet kan haten. Steken in mijn borst van... Dat ik het niet kon haten. Ik bedoel, The Game is één fucking fool.
Maar ja. ik vind hem op de een of andere manier vind ik zijn shit wel grappig of zo. En zijn eerste twee albums vind ik gewoon echt solide albums. Ja, maar de beat, hij heeft gewoon een heel goed oor. Goede beatkeuzes. Een zegen dat Dr. Dre in zijn hoek zit, wel of niet, maar weet je. 50 toen. Ja. En dat nieuwe album is echt nice. Het is alsof hij zijn contactenlijst voorleest. Ja, en dat is wel grappig. Ja, ik had ook toen de documentary uitkwam een soort van artikel gezien waarin alle namen die genoemd werden even op een rijtje gezet werden. Er kwam echt uit op een soort van, ja, het is van 180 mensen die noemt of zo. Laatst werd hier over geïnterviewd van ja, waarom noemde hij zo van naam? En toen zeiden van nou, ik ben wel de eerste die dat deed en daarna is iedereen dat gaan doen. Ja, good job. Thanks for that game. Oké, line 2, Jeff. Ik op een gegeven moment had ik er gewoon 3 en toen eindigde ik bij 2004 niet speelspecifiek naar jaartallen gekeken. Line 2 hebben we niet gehad, joh. Nee, dat weet ik. 97, affirmative action. Ja, 96 inderdaad. Ja, en dat is, die kennen jullie wel. Maar kijk, het is ook een beetje om de toon zetten. Even de basis van hele domme shit gewoon. Nou, jullie weten hem wel, denk ik. 32 grams raw, chop it in half, get 16, double it times 3, we get 48, which means a whole lot of cream. Divide the profit by 4, subtract it by 8, we back to 16. Nou, als je het gevolgd hebt, maar je kent die track natuurlijk ook wel. Als je het niet kent, It Was Written, tweede album van Nas, dan ga je schamen. Classic. Ik schaam me. Beter dan Hammer. Maar goed, als je... Nee. Ho. Don't go Vincent Reinersam, nee, man. Nee. Niet qua beats, maar flow is en hoe hij zich heeft ontwikkeld. Nee, ik heb 3 woorden voor je. Ik heb 3 woorden voor je. Black Girl Last. Dat is wel een MC-naam, hoor. Flowwise. Anyway. Okay. Dinsdag staat Flowwise in de Vincent King Award. Zij heeft een soort van... Even voor de mensen die het niet kennen. Voor Allen bijvoorbeeld. En voor als je eventueel thuis luistert en het niet helemaal volgt. In de bus Affirmative Action is de eerste track van The Firm AZ naast Foxy Brown. En ja, eerst Cormega en daarna Nature. En Foxy Brown is voor mij haar tweede grote plaat die ze toen uitbracht na I Shot You met LL Cool J. Ja. En zij komt met een soort van kookrapje waarin ze een soort van deal bespreekt. Dus ze zegt 32 grams raw, chop it in half, get 16, double it times 3, we got 48. Dat klopt nog. Ja. Precies, dat klopt nog. Which means a whole lot of cream. Divide the profit by 4. Subtracted by 8. 12, ik wilde 8. Nee, subtracted. Min. Oh, ja. Dus dan hou je 4 over. Dus de uitkomst is 4. Maar wat ze misschien bedoelt, is we zijn met z'n vieren. Dus maal 4 is wel 16. En dat zou de achterliggende gedachte van zijn. Maar ze is een vrouw, we kunnen haar dit niet kwalijk. Shot fired to 50% of the whole population. Nee, maar door vrouwen en rekenen, vrouwen en links en rechts, vrouwen en gezondstand. Maar ik vind dat je heel veel hele bijzondere dingen aan het zeggen bent. Woedende luisteraars zoals Sanne Bolton gaan nu waarschijnlijk mails sturen. En we wilden Sanne Bolton nog uitnodigen. Ja, ik heb het al gevraagd. Ik heb het al gevraagd. Ja. Dat komt goed. Heb je gesproken al? Toevallig op Facebook. Nice. Laat me even toelichten dat deze rap is waarschijnlijk wel geschreven door Darnell JC Nas. Of Nas, ja. Dus ja, ik kan wel vrouwen de schuld geven, maar... Ja, daar ga je. Ze hebben ook niet gefact-checkt. Ze hebben ook niet soort van de calculator erbij gepakt. Die oude die Texas Instruments erbij gepakt. Ja, maar hoe doet Jay-Z? E83, shout-out. Jay-Z heeft ook een line in It's Like That. En ik doe het nu even uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal zeker of die line zo gaat. Ja, maar dat gaat in ieder geval over dat... de zon om de aarde draait, zegt hij eigenlijk in de notendop. Oh. En ja, dat gaat ook niet helemaal goed op de wetenschappelijke... Het draait ook een beetje tegen de basisprincipes van de wereld. Dus ja, weet niet of je... Weet je, dus er moet altijd wel een soort van engineer of iemand bij het label, een soort van, nou, zoals jullie op de set hebben, een soort regieassistent. Kipri alleen een beetje aan het lullen aan het schreeuwen. Ja, dat is wat hij doet, toch? Dat we wel even kunnen toelichten, G. Hij was net naar de Mackie, hoor ik. Dat las ik ook in Jay-Z's boek. Ik heb een volgende. Laten we haar in de rekensom... want ze verstaan ons toch niet. Dus ik kan deze podcast niet terugluisteren, toch? Hoe gaat het met haar gehoor? Next. Foxy weet je dat? Is she good? Ja, is ze oké? Ze was 1 jaar doof. En ze is cool. 1 jaar doof. Ja. Oké. Chill. Dat zeg maar zo. Dat je zo'n 1 jaar lang een piep in je oren hebt. En dan ben je plop weg. Oké, cool. We gaan even naar een nieuwe line in de wereld van Jeff. 2004. Shit, nee,
funny. Ja. Okay, maar ik ben heel benieuwd met wat je uit 2004 komt. Ja. Is ja, ik moest natuurlijk iets uit de G-Unit doen. Want er zit Kevin Bartel aan tafel. G-Unit forever. Ja. De unit. Is het een Tony Ayola? Nee, het is een Young Buck line. De domste van de unit. Wie G-Unit schoenen? Jeff? Nee, zeker niet. Had ik maar G-Unit schoenen. Zijn nee G-Unit Dat waren die Reeboks, toch? Ja. Nee, ik had ze niet, man. Ik had geen S-Dance. Jesse had toen ook zijn eigen Reeboks. Ja, ze S-Dance. Nee, Young Buck. Anyway. Hit us. Just think if I ain't empty the clip and he would kill me, would I still be living? Nou, we lachen. Als dit nou geen podcast zou zijn, zou het dan een podcast zijn? We lachen wel, maar misschien had hij ook een mes bij zijn. Weet jij veel? En over wie gaat dit? Dit is Young Buck. Ja, maar wie? Oh ja, yeah, if he would kill me, would I still be living? Ja. Yeah. If he would kill me. Oh. if he would kill me. Would I still be living? Ik denk dat we feitelijk kunnen concluderen dat dat niet het geval zou zijn. Nee, dat we heel kort over gaan zijn. Dat zijn nee. Young Buck. Shout out Young Buck, man. Nee, geen shout out, man. Nee, joh. Hey, maar het is mooi, hè? Want hij is terug bij de unit. Ja, dat is waar. Fucking 50 pissed on him. En hij heeft fucking voicemails van hem. Highland. Ja, precies. Ik wil net even als hip-hop niet connoisseur. Hij is die guy die Highland... Ja. En maar he back. En die laatste EP's. Ja, maar hij was waarschijnlijk de afgelopen 5 jaar echt mad on welfare. Ja, en, maar toen heeft 50 toch weer eruit. Dat spreekt voor 50. 50 heeft een groot hart. Ik denk dat er niemand leuker is om interviews van te luisteren dan 50 Cent. Ja. Die willen daar mijn favoriete rapper is. Ik denk dat dat onze eerste gast moet worden. Of DJ Khaled natuurlijk. Of DJ Khaled. Zo... Hey, we gaan door. Dat waren mijn lines. We gaan volgende week degene die de trivia wint, die mag zelf lines uit 2017 kiezen. het ding is, maar er is zoveel. Je luistert een Migos mixtape en je kan 4 uur vooruit gaan. Ja, nee, dat is zeker. Maar, maar ik las vanochtend een tweet van Youssef en die ging over dat... mensen nog steeds met Versace flow komen. Ja, maar is er ook. In 2015. Terwijl Biggie in 96, of weet ik van, 96 is dood gegaan daarvoor, tussen Ready to Die en Life or Death In, was hij bij Yo MTV Raps. En toen heeft hij gezegd, en ik snap niet dat mensen daar nu geen gehoor aan geven. Mm-hmm. I started the shit and I'll finish it right now. Dus waarom luisteren mensen niet naar Biggie? Qua die Migos flow... Die 2 Chainz zegt... Dat is trouwens wel echt waar, dat hij daar in Yo MTV Raps was, maar... Maar 2 Chainz zegt het beste op... ik weet niet welke track, een hele oude track van een EP van vorig jaar. Versace. I got this flow from Drake, he got it from Migos, they got it from 3-6. Ja, klopt. En dat is wat het is. Migos heeft dit niet uitgevonden. Maar die gaan ze ook weer van 3-6 kopse knikken of zo? Project Pat. Ja, nee, maar van mij kopse knikken of zo. Kopse knikken? Maar is dat een tucht of een... Nee, kopse knikken. Nee, maar dat is als je die oude 3-6 shit hoort, of überhaupt oude Dirty South shit, die tot triple blablabla shit, dat they invent that. Jeff, ging je lekker op No Limit? Ja, man. Vroeger? Okay. Voor in het begin wel, zeker. Right. Zeker, man. Ik was vooral, ik vond Silver Shocker keihard. Ik zag daar over Limits. Met Mac. Over Limits gesproken. Ik zag gisteren op Twitter de cover van de autobiografie van Raven Tour Limited, My Limitless Life. Ja, dat boek is uit. Hè? Ik zag hem. Ik ben daar echt benieuwd naar. Het schijnt dat daar een allesvernietigend hoofdstuk staat over Katja Schuurman. Als zij dat niet heeft tegengehouden. You sold it to me right maar now. Maar hebben die schat of zo? Nee, dat lijkt me ook wel leuk om te lezen. Hij heeft haar pussy geruineerd. Geruineerd. Ja, geruineerd. Nice. Ik hoorde dat er ook geen limits in de punani van Katja Schuurman zijn, namelijk. Ja, nou ja. Oh. Nou, ja, dat. Ja, oké. Shout-out naar Robert Doog. Ja. Ja. Sorry.
Nee, maar ja, die Young Buck, ik vind het een domme lul. En ik vond dit zo van, dit verklaart zo erg hoe we een domme lul. Heb je drie lines uitgekozen? Ja, ik heb drie lines uitgekozen. Ja. En we kunnen, maar ik dacht, heb je iets top of mind waar je dacht van, denk van, dat is zo dom toen ik dat voor het eerst hoorde. Kees Solo had eigenlijk een beetje in dezelfde. Kees Solo heeft ook aan de beurt en iets met die beurt. Like BRID. Ja, hetzelfde als die, BRID. Okay, ja. Welke track was het? Solo track van hem gewoon, toch? Ja. Of niet, of een possycut ding. Oké, solo, ik weet het niet. Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat hij beef had met DMX. Er zit op die, ken die beef documentaires toch wel? Nee, solo, oh ja, man. Ja. Die documentaires zijn classic. En dan wordt, dan gaat het over een soort van feud die ze hebben, een ruzie. En ik weet echt niet meer waar het over ging, maar op een gegeven moment gaat hij de leugendetector erbij halen. Wordt hij echt leugendetector, echt recherche shit ondervraagd. En Kees Solo spoke the truth volgens de leugendetector. Ja. De hele ruzie ging over wie nou als eerste had bedacht dat je je naam kan spellen. Of echt? Een soort spelachtige shit en rap. K en dan D en X. Want ze zaten met elkaar in de gevangenis of zo. Oh, oké. Okay. De ene heeft het bij de gehoord. Abnorth. Ja, precies. Ja, ze waren Abnorth. Waar ik nog een keertje graag naartoe wil. Abnorth. Dan kan je de pont pakken. Ja. Wow. Sloot, zo wordt het. Buiksloten meer. Mm-hmm. ik zit even te denken aan nog andere lines in deze categorie. Maar Kees Solo is trouwens de rapper die veel met de Hit Squad rolde. EPMD, Redman, Keith Murray, Das Effects. Volgens mij heeft Redman hem ook gedist op een gegeven moment. Over oude hiphop gesproken. Kevin en ik waren vorige week naar de release van een documentaire. Stretch and Bobito. Ja, van Stretch and Bobito. Radio That Changed Life. Waar gaat het over? Het gaat over gewoon puur hun impact op de hiphop community in New York. En vervolgens de rest van de wereld. En wat zij deden als soort van, zij begonnen als college radio. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn ze naar Hot 97 gegaan. En zij hadden gewoon als eerste jongens van de Wu-Tang in de studio. Jongens van, weet je, jongens als Biggie in de studio. Echt noem ze maar op. Weet je, Jay-Z die met de Big L freestelt. Mm-hmm. En allemaal jongens die nog allemaal toen de tijd begin jaren 90 ongesigned zijn. Yeah. Echt een, hij is op Vimeo te kijken, maar dan moet je wel voor dokken nog, $20. Zo. Best wel duur. Veel te veel is. Wat wel echt een maar... Het draagt er $5 voor en iedereen checkt. Ik zou er $5 voor dokken, maar $20 vind ik dan weer. $20 is net iets te veel. Maar dat is die Louis C.K. shit toch? Hij maakt die show $5. $5 en je meent een miljoen in een dag of zo. Maar die docu is pakken sick. Die docu is echt. Ja, het is echt heel leuk. Echt, er zit een freestyle van Biggie in. Ik ben best wel ooit een keertje gaan graven naar, weet je, B-kantjes en zo van Biggie. Ja. En dan kom je bij Pudgy the Fat Bastard uit, waar Biggie ook op staat. R.A. Ja, ja, dat ook. Oh ja, die Crustified Dips. Ja. En, maar goed, maar die shit, ik heb hem nooit gehoord. Die shit is fucking hard. Ja. Nee, ik heb het nog gezocht, het is niet te vinden. Want ze hebben het gewoon op een cassettebandje. En het staat niet online. Jullie weten dat Glaze ook een classic interview heeft met Biggie. Ja, ja. Ik was bij dat concert, vriend, in Rotterdam. Sick. Dat is de Real Hot concert in de 13. Kuip. Sick. Ja, Junior Mafia was het toen. Heb jij Biggie live gezien? Ja. Oh, wow. Ik heb dat interview een paar keer bekeken. En dan zie je Glaze ook op een gegeven moment probeert vragen te stellen. En een van de dingen die Glaze dan op een gegeven moment zegt is... Yeah, like I'm also from Brooklyn, you know? And ja, wat heel erg... Can you explain to the listeners, viewers, what it's like to be uit Brooklyn? Die soort van geldingsdrang. Uit Brooklyn. Die soort van geldingsdrang om te laten zien van... ik weet het wel, maar... Hoe dan ook, shout-out naar Glaze en Flip the Script. Yeah. Ik pomp soms nog steeds de pokus van Flip the Script. Rap flavors, lovely days. Nice. Yes. Okay, next item. Dan zijn we een beetje bij het trivia. Bij de trivia gekomen. Nee, maar je hebt dan Would You Rather. The Would You Rather. Hier kijk ik naar uit. Maar ik heb hem leeggelaten. Je hebt hem leeggelaten? Ja, ik dacht van het is leuker als we nu gewoon... Oké, Sharon. Ja. Liever een Biggie concert zien...
Ja. Would you rather, dit is een voorbeeld, dit gaat zo. Hij moet niet hip-hop gerelateerd zijn. Nee, maar we sluiten aan waar we net... Liever een pak of Biggie Show live zien, bijvoorbeeld. Liever wat? Een pak of Biggie Show. Nou, liever een Biggie Show live zien en je weet dat hij daarna doodgaat. Dat je het nooit meer kan kijken en nooit meer kan zien. En je mag hem ontmoeten, meet and greet, alles, hangen, smoken, whatever. Doe je niet? Chiron en Biggie samen smoken, dat wil ik wel beleiden. Mag ik daarbij zijn dan? It's gonna be incredible. Wel Biggie. Maar of je moet daar alles voor afzeggen om bij je eigen eerste première te zijn. Wat? Bij je eigen eerste première van bijvoorbeeld het toneelstuk. Dus of je toneelstuk of Biggie. Ja, maar dat is een beetje... Oké, maar... Dat is echt een... Dat is wel een beetje de jest van dit... Ja. Maar ik kan hem makkelijker uitleggen en kan zeggen Rihanna of Beyoncé. Ja, dus zeker. Would you rather Rihanna of Beyoncé. Maar als ik niet naar het toneelstuk zou gaan, zou ik nooit meer werken. Oké, Rihanna of Beyoncé. Little Kim of Foxy Brown? Nee, Rihanna of Beyoncé. Dat is de OG question. Rihanna of Beyoncé. Ik ben nooit... Hier had een heel erg uitgesproken mening over. Mening, hier komt eentje. Ik heb, hoewel Beyoncé duizenden malen mooier is, ga ik nog steeds voor Rihanna. Altijd. Hell yeah. Omdat ze Nee. Het ding is, en ik ben een van de weinige mensen ter wereld die dit vindt. Maar beter zo. Ik geloof Beyoncé ook Ik vind Beyoncé echt... Niet. Seksloos. Een seksloze vrouw. Ik ben met jou, Kevin. Beyoncé is een seksloze vrouw. Hell yeah, I said it. Ja. Shots fired. Ja. Maar ik geloof het wel. Uitstraling technisch is Rihanna even veel interessanter. Ja. Maar ze heeft zo'n groot voorhoofd, man. Ik kan het niet zo goed mee. Ik heb haar voorhoofd nog nooit gezien. Is me nooit opgevallen. Jongen, doe een paar pruiken erop. Een paar pruiken? Een soort gradient van pruiken. Een pony of zo, whatever. Nee, maar ik vind Beyoncé een seksloze vrouw. Ik snap denk ik heel goed wat je wil. Ik geloof haar nooit. Ik vind wat ik ook vind, zij is een van de grootste popsterren van dit moment. Mm-hmm. Maar... De grootste wellicht. Maar ze is zo'n niet uitgesproken persoonlijkheid. What the fuck weet ik van Beyoncé? Helemaal geen fucking moer. Zij is alleen maar... Met wie ze getrouwd is. Ze is alleen maar zo'n Jesus. Je luistert naar de teksten van Halo, vriend. Nee, maar de teksten schmeksten. Ik wil gewoon een persoonlijkheid. Iemand die zijn allemaal geschreven door The Dream, toch? Ja, dat is wel. Maar die teksten van Rihanna ook, toch? Ja, okay. Precies ook The Dream, of in ieder geval onder andere. En Neo. Goed punt. Maar ik snap het wel. Maar ja, ik bedoel, ik zie liever Beyoncé of dan Rihanna. Rihanna is gewoon stoerder. Dat is gewoon, met haar kun je ook smoken, met haar kun je chillen. Precies, met Rihanna kun je echt all-out gaan de hele avond. Is het onaardig van me, maar als ik Beyoncé zag in die Drunken Love, dat ging me nog steeds aan... Ja, moeders mogen sexy zijn, maar ik vond het zo vervelend. Maar dit is een vader aan het woordje, hoor. Misschien ben ik wel aan een vaderlijke lul. Maar ik zag die clip dat ze sexy ging doen met Jay-Z en ik vond het heel ongeloofwaardig. Ik kan niet helemaal... Drunken Love? Is dat met die... Surfboard, dat ze s'nachts het strand lopen een beetje. Maar dat is wel ook toevallig de vader van het kindje. Ja, oké, maar... Als het kindje, hoe gaat het met het kindje? Vast heel goed. He good. Blue Ivy Carter gaat lekker, hoor. Maar ik hoorde laatst wel dat ze uit elkaar gingen. Oké, we gaan nu wel heel erg de Grazia kant op. Ik geloof Beyoncé gewoon niet in een sexy badpak. Okay. Op die manier. Nee, ik ook niet. I don't believe you. You need more people. Ja. Oké. Next. Oké, ik heb, wat ik al zei, ik heb het leeg gelaten. En ik ga uit van jullie eigen creativiteit. Gooi iets in de groep. Ja, dat is moeilijk. Die is wel goed gaan. Welke? Die Apocalypse, ja. Luister deze. De Apocalypse komt. Mm-hmm. De wereld vergaat. Ja. Nucleaire Apocalypse. De wereld vergaat. Ja. Maar, je hebt de keuze. Ja. Gelijk dood. Of 5 jaar lang in coma. En na 5 jaar dus ontwaken. En als enige op de wereld zijn. Maar, side note was het ding. Nee, moet je hem eerst zo laten beantwoorden. Dan komt zo meteen is het optie 2. Ja. Wat zou je doen? What the fuck ga je als enige doen op aarde? Je kan doen wat je wil. Dat had ik dus ook. En alles wat is dat voor onzin? Er is niks. Ja, maar dat is een fucking... Dude. Nee, maar oké. Ga je doen? Ga je alleen een beetje...
Nee, maar dat, nou, dat eventueel. Dat is een tweede vraag. Van zijn die lijken dan nog of is everybody gone? De lijken zijn er nog en alles is nog wel intact. Het is, ja. Dus eigenlijk is het geen kernram, maar nee, het is gewoon een soort van... Het is een magnetisch veld is er geweest dat alleen mensen en dieren dood zijn gegaan. Ja, everything froze gewoon. Ja. Dus eten en alles is intact. Ja. Dat sowieso. Dus, dus je kan chappen wat je wil. Dit is nog niet echt gebeurd, dat is hypothetisch. Ja, ja. Oké, okay. Er is nog kip. Ja. Ja. Je kan hier dus met Bosman op pleiden de KFC lopen en je kan gewoon een paar pannen gooien. Ik kan gewoon zelf een zinger gaan maken of een bucket, weet je? Ja, en je kan, als je necrofilie hoog hebt zitten, dan kan je even iemand wiepen. Maar er waren geen lijken meer, toch? Jawel, ja, zijn wel, er zijn wel lijken. Ja, je kan, gewoon een beetje booby-touchen. Ja. Je kan de mooiste auto gaan rijden die je wilt. Maar alleen, weet je, weet je wat... Maar ik denk dat het punt van leven, kijk, als je niet kan flossen en laten zien hoe goed je tuurlijk, hebt. Tuurlijk, maar tegelijkertijd, het, zeg maar, van je, ik denk... Überhaupt als feit dat je overal naar binnen kan lopen. Elk huis dat je denk je, oh, laat me even kijken wat de fuck is hier going on. Wat heeft deze kast in zijn kast staan? Oké, maar dan daar, want Kevin en Jeff, jullie zijn pro gewoon 5 jaar coma en lekker gaan. Jij bent Diddy, toch? Ja. Chiron? Ja, ik ben ook pro Diddy. En toen, toen was er nog, we hebben het hier al eerder over gehad, toen kwam er een side note. Ja. Van ja, stel, het wordt saai en you want to kill yourself. Maar dan, bestaat er een god. En die meekijkt. En volgens de religie is zelfmoord een van de zondes. Ja. Waardoor je in een everlasting hell terechtkomt. Ja. Nee. Die andere side note is interessanter. Wat was de andere side note? Ik vind die side note... Nee, de andere side note is... En deze is misschien ook interessant. Everybody's dead. Maar op een gegeven moment vind jij een soort van... een soort iPad. Mm-hmm. En er zit een soort bliepje op. Mm-hmm. En dat is Rihanna. Zij leeft ook niet. Ja. Rihanna is ergens. Zeg maar gewoon, en je ziet dus dat het heel vaak bliepjes dat van vaag het land. Nee, het is puur op geluid. Je hebt een soort van geluidsmeter, waardoor je, als je naar links loopt, gaat die harder en naar rechts. Ze kan, je kan in Nederland zitten en zij is in de fucking Oezbekistan. Maar voor hetzelfde geld zitten ze in Oost. Ja. Dat weet je niet. Mm-hmm. Dus, hoezo zou ze in Oezbekistan zeggen? Ja, nou, misschien had ze een boeking daar. Ja. Maar dus het ding is, er is op een gegeven moment een drive van Rihanna is er nog. En Rihanna is ook fucking alleen. En she's made to weep gewoon. Ja. Ja, maar ook dat gaat vervelen, toch? Wat? Haar zoeken of haar wiepen? Wat gaat vervelen? Ja, nou ja, kijk, heb je er gevonden? Bouw je er 100 keer? Ja. Ja, maar oké, maar is dat niet beter dan doodgaan? Dan heb je wel een overlevingsdrive, een overlevingswiepdrive. En het wordt een incredible journey op zoek naar dat liedje. Ja, een soort nieuwe wereld maken en kinderen. Daar gaat het, het gaat om Rihanna wiepen. Ja. het gaat om het feit van, ga je liever dood of ga je liever om een soort van... in een apocalyptic wasteland op zoek naar Rihanna? Ik weet het gewoon niet, als die lijken naar opgeruimd worden. Earth. Shit. Maar, dan zou ik eerder gaan voor een soort Jason No Consequences-achtig idee. Ja, dus je kan doen wat je wil. Dat je een dag lang kan doen wat je wil, maar dan aan het einde van die dag wordt je wel verteld hoeveel dagen je of hoeveel jaren je nog te leven hebt. Die keuze bestaat niet. Je hebt 2 keuzes. Je kan niet ineens zeggen, oh ja, ik ga dit of dat doen. Ik denk wel dat als stel, ik zou in die situatie zijn en Rihanna, ik ben alleen op de wereld met Rihanna. Zou je met Connie komen? Nee. Maar it would drive me to incredible things. Ik denk dat ik dan opeens gewoon een helikopter zou kunnen besturen. Shit. Zet mij in een Boeing 747 en ik pom hem hier van Schiphol af. Ja. Ik moet er nog even over marineren. Ja. Maar ik vond die andere, die wil ik dan aan jou, aan Kevin en aan Jeff stellen. Waarin je dus zei... En precies waar het op neerkomt is, je mag geen zelfmoord plegen. Want God kijkt mee. Nou, het kan wel, maar dan you're de fucked. Ja, dus de zelfmoord... Want wat ik in eerste instantie zei is van, ja, oké, ik vermaak me wel. Ik ga de PC hoofdraad maken, alles kapot. Ik duw een tram om, ik rij een tram. Een tram omduwen, oké. Solo. Ik ga naar het stedelijk, pis op elk schilderij. In het rij. Ik smeek poep op de fucking nachtwacht. Wel echte dingen die je wel doet in het leven. Ruim schuit, ik heb de nachtwacht verkracht. I'll have a fucking ball. Maar op een gegeven moment ben ik klaar en dan schiet ik mezelf in mijn hoofd. Of duik ik van het Hilton af gewoon helemaal broodswag. Maar dat kan dus niet. Dat kan wel, maar dan ga ik verhalen naar de hel. Dus God kijkt mee. Dus in principe als ik dan kies voor, oké, ik wil blijven leven. Dan moet ik hem ook uitzitten tot ik op een natuurlijke manier dood ga. Ja. Ik denk toch dat je met z'n beiden, ook met z'n tweeën depressief gaat worden. Dus. Nou, en ik denk... Heb je nooit de Blue Lagoon gezien? Fucking, ze gaan ook dood uiteindelijk. Demi Moore. Brooke Shields, niet Demi Moore, Brooke Shields. Maar wat ik denk is dat je
op een natuurlijke manier ook dood kan gaan aan ellende. Dus als je je gewoon fucking slecht voelt. Van ongeluk. Ja, gewoon van ongeluk. Van being fucking lonely. Nou en, ja. Jawel. Er zijn heel veel mensen die zich ellendig voelen. En die open. Nee, maar die zijn niet alleen op. Die zijn niet letterlijk alleen op de wereld. Ja. Ik weet niet. Nee, maar ja, in the end, stel Rihanna leeft nog, dan, dan heb je zo'n drive. Dat is Lord of the Rings gaan. Hey, op weg naar Mordor. Yeah, I throw myself in that Mordor. Mm. Volgende week... Oh, Jeff, ik zie dat je een like hebt op Tinder. Congratulations, you got a new man. Ik dacht dat de afspraak was vliegtuigmodus. Nee, ja, niet voor mij toch? Oh. Dat was ook een... ik moet toch gewoon... connected blijven. Ik moet gaan connecten, man. Japan, I can hear you. Hey, we sluiten elke show af met... zijn we alweer bij dat punt? Zijn we afgesluit dan? Ja, we zijn nog bijna Heb je al een gedicht? Nee, ik denk dat... Fuck, dat hele gedicht. Nee, man. We zijn geen twee uur aan lullen. Heb jij een gedichtje, Chiron? Nee. Waarom? Ik ken heel het aspect Chiron en gedichten niet zo goed. Heb jij dat, ben jij een freestyle gedichtenkoning? Dat ik... geen freestyle gedichtenkoning was, maar wel een periode dat ik al erg veel bezig was met gedichten. Dat was vanuit school, toen ik nog op een schrijfopleiding zat. Poetry, emotion, like a video on a train. Best wel leuke gedichten kon schrijven. En toen heb ik een poos lang opgetreden met gedichten. Zelfs nog vorig jaar bij de lulverhalen ook even wat gedichten gepompt. Dit is ook best wel, dit turns out to be a pretty good lulverhaal. Ja, nou ja, right. Ik bedoel deze episode. Oh ja, laat me maar lullen. Ja, nee, ja. Maar gewoon heel deze podcast. Maar heb je, kan je de top of mind van, only one way to find out, hoor. Ja, precies. Nou, nou, we put him on the spot. Maar denk er even over na. Poet. Yeah. We gaan, laten we kijken of misschien Chiron zo meteen iets heeft. Als dat het geval is, laten we dan afspreken dat hij vanaf volgende week elke show afsluit met een kort of lang gedicht, zoals je dat zelf lekker vindt. Mm-hmm. Goed, stok achter de deur ook om een gedicht te schrijven. Ja, zeker. En dan gaan we... Wat betekent een stok achter de deur? Want dan kan je, als het een stok achter de deur zet, kun je de deur helemaal niet in. Nee, stok achter de deur. Een stok achter de deur. Want als er een stok achter de deur zet, dan kom je de deur niet in. Het zou moeten zijn van een dus open deur. Tussen de deur. Ja, dan precies. Dat je hem soort van... Dat je de deur open kan houden met een stok. Dat je ready bent om de deur op te houden. Een stok achter de deur. Of... Is het staat iemand, een domme lijn. Oké, Nederlands taal, dat is een domme lijn. Nee, of er staat iemand achter de deur die je echt wil smekken. En er staat ook een stok achter de deur. Dus als je de deur doorgaat, heb je een stok om je mee te slaan. Ready for whatever. Ja, dus er staat een stok achter de deur. Je kan een beetje. Ja, ik denk inderdaad dat in 1672 toen iemand, yo man, een stok. Oh, die douche staat daar zo. Maar ik heb wel een stok. Ja. Oh, laat me daar een kankerzeeing van maken. Ik heb één goede stok achter de deur. Ik ben niet bang op een stok achter de deur. Ontzettend veel zin in de trivia. Maar is het hip-hop trivia? Nee, dus, ik heb een beetje filmpjes. Ik heb een beetje, moeten we zo snel mogelijk antwoorden? Ja, proberen. Ik hou een je hebt een scheidsrechter. Schappelijke tijd. Een buzzer? Nee, ik heb geen buzzer, maar ik zeg time's up. Gewoon. Nee, misschien moeten we onze naam noemen als eerste. Ja, ja. Nou, kijk, je speelt... of gewoon ik. Jullie zijn alle drie je eigen team. Ja. En, shout-out team Allen. Dus je spelen ze gewoon tegen elkaar. En als Allen misschien heel even op kan staan en een pennetje en papier kan noteren. Ik heb daar een pen. Dan gaan we gewoon even door tot het neer blijft. Je hebt daar boekjes die je kan pakken. Ja, nice. Ja. Nou goed, dan zijn we er. Dan is de eerste vraag. Dan gaan we even kijken. Ja. Een film in de categorie film. Een film in de categorie film. Nee, een vraag in de categorie film. Excuseer me. En dit is voor de nerds onder ons. En jullie zijn allemaal best wel nerds. Yeah. Yes. Dus ik dacht ik hou het nerdy. In A New Hope, Star Wars, de eerste release van Star Wars. Ja, Kevin. I got this, come on. Nee, heeft hij niet. Ja, laat maar. Zullen wij even gaan eten, Chiron? Je weet het niet, je weet niet wat de vraag is. Ik heb hem in het Engels hier staan, want ik heb hem natuurlijk gewoon lekker gegoogeld. En dacht van, dit is leuk, dit weet ik zelf. Doe me in Engels, spreek allemaal international. The Rebel Alliance, Rebel Alliance analyzes the Death Star plans at their military base. Ja. Dus... Op een gegeven moment hebben in de film New Hope hebben de rebels hebben de blueprint van de Death Star veroverd. Yeah. Dat gaan ze bespreken en vergaderen op hun basis, op hun hoofdkwartier. Yeah. Op welke maan? Kevin. Ja? Alderaan? Nee.
finish the question. Kevin, ik vind wel, laten we zeggen, dit was de proefvraag, ja. Want inderdaad, Kevin, weet je, die ik vind, oké, okay, ik kom hier tussendoor. Ik vind als jij de vraag niet af laat maken en je naam noemt en het verkeerde antwoord noemt, ja, dat je per definitie af bent. Maar niemand had dit geweten. Dan gaan punten naar de tegenpartij. Nee, fuck die shit. Nee, zo werkt de wereld niet. Als iemand dit opvakt, wordt het niet per se tegen goede van jou. Okay. Nou, af en toe wel. We zitten hier... Javin 4, to be exact, trouwens. Javin 4. Voor je kanker. Waar met Talos 2. Maar, even kijken in mijn jaszak trouwens of mijn sleutels daar nog Dan moet je nu Giron, je kan niet halverwege een trivia weglopen. Al heb je een Edwin broek aan. Giron gaat even heel veel Star Wars trivia googlen. En een Brave Soul trui aan. Hij gaat even, ik weet niet wat Giron aan het doen is, maar Giron is weg. Quick bugger. We blijven even in de... And he back, oh my god. In de film en tv... Dan gaan we nu eerst beginnen. Op het moment dat je het weet, zeg je je naam. Ja. Als je het fout hebt, dan gaat de persoon verder die kloksgewijs naast jou zit. Exact. Okay. Stel ik roep naar mijn naam en ik heb fout, dan is het gewoon open. Ja. Volgens mij maak ik gewoon de regels. Ja, oké, okay. Sorry. Oké, helaas. Ik dacht met betere regels te komen, nee, maar is oké. Okay. Nee. Nou, dat is gaan werken, man. Nee, maar dat is ook zo. Hé, hey, jongens, hoe heet de... Hoe heet de moeder van Homer Simpson? Kevin. Nee, dat is mijn shit. I got this. Hou je bek! Je krijgt 30 seconden, hoeveel lang krijg ik? 30 seconden. Je bent nu al best veel tijd aan het spelen. Ja, die zure beetje, ik weet het niet meer. Sharon. Ik weet het ook niet. Jesus Christ, Marge Simpson. Nee. Moeder, domme lul. Van Marge Simpson. Nee, van Homer Simpson. Van Homer Simpson. Alles dan min 1. Ja. Als je een domme opmerking maakt, min 1. Nieuwe regel. Als je stoer doet en het niet weet, is min 1. Hells yeah. Oké, het goede antwoord was, niemand weet het. Nee. Nou, sowieso, te laat. Mona Simpson. Nou, dat is die hele zure vrouw, toch? Die zal van alles afzeikelen. Ja. Oh, nee, die tweelingzus. Hij heeft gewoon een episode waarin zijn moeder, want eigenlijk zie je alleen maar zijn vader altijd. Oh, zijn vader. En die tweelingzussen, dat zijn die zussen van Marge. Ja, die met die hele zware stem. Ja, die hele zware, heel veel roken en shit. Selma en... Selma en Louise. Selma wil ik ook zeggen. Zijn vader heet Abe, toch? Of niet? Ja. Ja. Oké. Okay. We blijven in de film. Ik hou mijn mond. Wijzelijk. Sta ik nu echt met een 1, Jeff? Ja, hell yeah. Ja, zeker. Ja, dat is gewoon een regel. Ja, yeah, I don't like eerste drill. Film van Disney. Eerste, excuus. Eerste film langer dan een uur van Disney. Allen. Ja. Cool. Sneeuwwitje. Ja, je mag niet meelezen trouwens. Hè? Ik lees niet mee, Gene. Was Fantasia, de originele Fantasia, niet langer dan hier? Nee. Het sounds convincing. Ja, je hebt toch een film over Kip waarin Donald Duck een rolletje speelt. Dat is een Surinaamse Disney. Dat is never langer dan een uur. Ken je iets van Donald Duck langer dan een uur? Die duurde een kwartier, die kwam te laat. Kevin, hier staat op nul. Alles. Je min 1 zegt, je bent weer gelijk met de kerst. Ik zou even met een film vragen. Oké, cool. Ja, is oké. Nee, het gaat zo over hiphop, man. Het moet meer over van alles gaan. Topografie. Hiphop. Kom met topo, G. Is goed. Nee, ik kom zo met andere dingen. We gaan even, je zegt hiphop als eerste, dat je dat wilt, is cool. Onder welke naam is de Amerikaanse rapper, is zijn geboortenaam? Cornell Haynes. Chiron, Nelly. Wat? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Waarom? Chiron, serieus. Wat dan? Vertel, waarom deze? Ik weet, ik heb gewoon een bovengemiddeld geheugen. Je hebt ooit de credits van het eerste album in Louisville? Ik koop nog steeds cd's en ik lees altijd alle credits. Oké, bonusvraag voor een kwart punt. Murphy Lee is een echte naam, ken ik niet. Dat is Murphy Lee gewoon. Nee, kwart punt. Met wie richtte Nelly het spijkermerk NYC op? Zo.
Of nee, niet NYC. Nee, hoe? Apple bottoms. Apple bottoms. Nee. Wat is van Nelly? Ja. Apple bottoms. Is van Nelly. Nee. Wel. Dirty. Met wie? Of Dirty. Is het niet DE of heette dat album? Nee, dat heette. Hij had het hele graag mee. Ik dacht NYC, maar dat is het helemaal niet. Kutvraag. Nee, maar waarom de fuck zou het NYC zijn? Oké, Jeff. Ik heb ook geen idee wat het antwoord is. Oké, ik ga even cynisch vragen op je gooien. Okay. Kijk hoe je met je algemene ontwikkeling zit. Slavernij? Jullie mogen het gaat over een jaartal. Ja. Jullie mogen er 50 jaar naast zitten. En dat is 50. En dan ben ik heel gul. Ja. Oké. Okay. In welk jaar viel Napoleon tevergeefs Rusland? Allen. 1786. Nou, dan heb je geluk met die 50 jaar. Ja. 1812. Pow! Money. Okay. Ja, Napoleon leefde die toen nog in 18 zoveel? 18 jaar. Ja, klaarblijkelijk. Ja. Ik dacht dat hij van 14 nog wat. Nee, man, dat is Columbus. Oh ja. Slavernij. Allright, kom maar door. Sinds welk jaar is een man? We staan gelijk. Ja. 1-0, shit. Evil fucking laughter. Weer een jaartal. Ja. Okay. Het is een tv-ding. Je mag er 1 jaar naast zitten. Oké. Oeh. Okay. In welk jaar ging goede tijden, slechte tijden voor het eerst? Kevin. Alle. Ah, fuck. 1991. Shit. Heb je precies die jaar het bonus? Ja. Boom! Pow! Ja, ik wist dat ze... 25 jaar. Ja, 25 jaar. Goed, ja, precies. Oké. Meisjes. We staan gelijk. Dit wordt de laatste vraag, toch? Ja, dit wordt de laatste vraag. Ik kap er nu mee. Right. En dan is... dit is alles bepalend, jongens. Mm. Maar eens even een mooie vraag. Geen in-depth hip-hop questions, alsjeblieft. Hey, dit nee, bepaalt de Trivia Master. Daar heb jij niks aan te zeggen. Ik ga even... inderdaad... Topo. Ja, Topo, ja, dat kan ook. Wat is de hoofdstad van Mongolië? Wow. Dit was... Pas. Ja, ik pas ook. Als jij ook pas, dan moet een andere vraag. Ja, pas. Wat was het? Het enige wat ik... Ulaanbaatar. Hoe? Ja. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Het enige wat ik weet is Genghis Khan. Ja, ik weet ja. Jak en Jakkaas. Ja. Genghis Khan is overigens wel ooit en nog steeds in de geschiedenis top 10 rijkste mensen ooit. Ja, in fictieve valuta van toen de tijd, ja. Een jak geld. Had hij Bill Gates money? Ja, hij is ook begonnen in zijn garage. Hij droeg ook een kooltrui. Laatste vraag. It's called in Wall Street. Welke acteur... Sorry, film. Ja, kom op, man. Nee, je bent acteur, Gene. Ja, nee. Unfair. Nee. Nee, maar je bent acteur. Je bent acteur. Nee. Stop. Oké, okay, verder. Je gaat geen categorie kiezen, maar ik ben van deze niggas werkzaam zijn. Jij bent ook werkzaam. Jij bent acteur, vriend. Ja, stop. Het gaat over jou. Het gaat over jouw beroep. Misschien gaat die vraag over jou. Ja. Jullie weten dat jullie meer films hebben. Welke acteur was de kleinste... Dat de kleinste rol... die in Paardenkracht. Had de kleinste rol in Paardenkracht. Maybe you. Hier gaat sowieso, iedereen gaat hier op willen antwoorden, maar niemand gaat het goed over. Okay. Nou, top. Denk ik. Welke acteur werd voor het eerst genomineerd voor een Razzie in de categorie zowel slechtste acteur als slechtste actrice? Alan. Kevin. Alan was eerst. Eddie Murphy. Dat is goed. Oh, ik dacht Robin Williams, Mrs. Doubtfire. Welke film? Mrs. Doubtfire is een goede film. Nee, maar speelt die een man en een vrouw, toch? Ja, maar dat is een goede film, dan krijg je niet slecht uit. Jeff, welke film was het? Norbit. Norbit. Ik had geantwoord John Leguizamo. Norbit, dat is toch die diarree-remmend middel? Nee, Norbit. Dan moet je maar Sheeran zijn. Nee, Sheeran dan niet, hè? Dus Alan, gefeliciteerd. Jij mag volgende week mag jij de items bedenken. En Sheeran, had je nog een gedichtje? Wat ruimt op Norbit? Nee, Sheeran, je mag ook het verhaal vertellen wat je net wilde vertellen. Oh, ja. Ik wou nog even een kleine shout-out doen naar Raman Beuk. Oh ja. Raman Beuk, dat is kok, Surinaamse kok. Of nee, een Utrechtse kok. Oh, ja. Op net 5. Met wortels Suriname. Ik moest eraan denken door het lekkere eten van Allen. Dankjewel. Het was heel lekker, maar hij had heel karig geserveerd. Echt een klein stapeltje aardappeltjes en 1 rolletje wortel. Wel mad veel vlees. Dat was be like. Een rolletje wortel.
Dat deed me denken aan Ramon Beuk, die naar Suriname ging, terug naar zijn roots. En daar recepten en gerechten wilde introduceren aan de lokale volks. En die nigger die kwam echt... Lokale volks of lokale fools? Wat wil je niet zeggen? Ja, de mensen, de volks. fools, ja. De fools, de lokale en, volks. En hij kwam daar met die Nederlandse stilo van grote borden... Met een fucking klein gerechtje midden op het bord. En die mensen daar zijn en de die aten daar geen brood van. Want in Suriname zijn we groot op borden met rijst en hompenvlees gewend. Ja. Maar, dat is ook, maar dat is echt... Dat cliché is zo waar. Want ik weet niet, ik heb één keer bij jou gegeten met jouw moeder. En toen weet ik nog dat er op het last minute kwam jouw zus ook binnen of zo. Ja. En die kon ook gewoon mee eten. Ja, en voor mij als fucking white boy was het echt zo... Wauw, er wordt zoveel gekookt dat er iemand random op het laatste moment binnen kan komen en er is nog over. Er wordt altijd gekookt voor een weeshuis. Maar wat, okay, wat gebeurt er dan dadelijk met het eten? Wat doen jullie inderdaad met die chips? Ja, het lunch dag erna. In vriezen. Genius. Die bakjes, nigga. Ik woon tegenwoordig met een blanke vrouw en ik heb me aangepast. Ik ben ook blank. Ben je bounty geworden? Ja. Want Tupperware is, de grootste afname van Tupperware is in Suriname. Definitely. Ja, dat heb je een keer opgezocht. Nee, dat verzin ik ter plekke, maar dat zou wel zomaar kunnen. Ja, ja. Nee, maar I love that. Dat is echt, ja, dat cliché is zoveel. Shout-out naar je moeder. Maar ze kwam toen ook. Met? Volgens mij challengede ons toen een beetje als met Aaron. Met Dorian. Dorian, ja. Hoe heet die shit ook alweer in normale Nederlandse taal? Dorian. Stinkvrucht. Dorian. Ken je het? De Dorianvrucht mag je... is verboden. Ook in de landen waar het geserveerd wordt, mag je die niet meenemen in public transit. En niet in je hotel en zo. Omdat het stinkt naar rottend mensenvlees. Het stinkvrucht. Het zit in een schaal met allemaal stekels erop. Wat eigenlijk al een soort van signaal zou moeten zijn, don't open up this shit. Het is geen draak. In Suriname heet het Katahar. Oké. Okay. Het is ongeveer twee keer zo groot als een ananas. Maar als je het ziet in zijn... Ik heb het waarschijnlijk wel eens gezien. Als je het normaal ziet, dan zeg maar alles aan die vrucht zegt, hey, yo, don't fucking open me up. En dan doen mensen het toch. En het smaakt best wel lekker. Maar ik serieus, 3 dagen daarna liet ik een boer en die shit komt nog steeds naar boven toe. Zo. Sorry. Het rondje. Dat zien de mensen thuis niet. Ja, Jeff blowde een rondje. Oh, dat kan ik ook. Blowde een rondje. Iemand had mij wijsgemaakt toen ik 15 was. Als je 10 rondjes kan blazen en dan nog rook doorheen. Dan krijg je de Lucky Strike of de Marlboro fabriek. Dan krijg je de Marlboro. En dan heb je de Marlboro fabriek. Ja, moet je daarmee? Ik wil het sell it. Kan terug. Terugverkomen. Kunnen jullie ook doodskopjes blazen? Of is de shit ook een verzinsel? Dat is een verzinsel, ja. Ik denk dat we moeten afkondigen met een gedicht. Ik ben cool. Gestopt met freestylen. Heeft iemand nog iets dat hij echt wil vertellen? Gewoon something fucking interesting. Ik vind het deze eerste aflevering best wel leuk gegaan. Alleen zijn een beetje... Ik ben gebiologeerd door Sion's Draai. Zullen we eindigen met Sion's Draai? We zijn begonnen. Maar het is een hele degelijke trui. Maar waarom je hebt ervan betaald. Waarom ga je zoveel shout-outs geven? Get some free shit. Daarvoor zijn shout-outs. Ja, maar je bent ook afgevallen. Als ik zeg, rennen. Sion, ben je afgevallen? Shout-out naar Brave Soul, dan... Je moet denken aan Triple Five Soul. Gewoon voldaan zijn source assistentie uit 2006. Dit is een merk wat ik in Barcelona heb gekocht. Had je al verteld. Dus dan moet je wel internationaal... Dan gaat het toch meer om kontkussen, snap je? Dus ik zeg... Dat is een fijn... Engels in het warenhuis. Dat is een fine line tussen kontkussen en content. Hey. Oh. Oh. Je kan horen dat... Kevin Bartel, dit gaan we nog wel een keertje doen. Die heeft bars for days. Yeah. Bars for days. Kevin was... Je kan hem ook gewoon een hoogkak koning noemen, maar hij heeft bars for days. Ik heb een mooie afsluiter. Kevin was ooit een rapper. En really? Really? Als de rode lijn van dit ding wordt dat we om ze bij elkaar gaan pakken, dan... alles kan kapot. Noem me DJ Khaled, I'm ready for war. Jij was redelijk klaar. Jij begon redelijk snel met MC Lizard, met mijn future... Nee. Jij begon met die Eatory. Dat ik een theedoek... Maar even afgewege mijn theedoek in de air. Which is a good story.
Oké, okay, ja, Oordeel. Dat was mijn rapnaam. Oorstreepje Deel. Want dat was een deel van je oor en ook Oordeel. Fucking super lyrical. Ik was 16. Don't fucking judge me. Dat valt een beetje dezelfde categorie als Alles Kan Kapotkast, toch? Ja, of MC Cum Laude. Oké, maar als Alan dit verhaal vertelt, dan ga ik ook het verhaal van Vans vertellen. Ik heb geen verhaal verteld. Jij hebt geen verhaal verteld. Nee, dat is niet dat taking the piss on myself nog een keer, zeg maar. Maar oké, go. Oké, go ahead. Like Eagles. Wat? Het verhaal van Oordeel, wat je net hebt verteld? Nee, je wilde toch iets zeggen? Je wilde, ja, ik wilde net het Oordeelverhaal vertellen, wat je net hebt verteld. Oh, you killed him. I killed him. Die 8 Mile Eminem shit. Dit was Renegade. Ik kan nog dieper ingaan op dat verhaal, maar dat hou ik voor me. Straight Renegade. En dan moet je ook iets bewaren voor een aflevering. Precies. Ik heb wel eens classic bits gehoord van Kevin met Bobby Womack samples. Oh, nice. Ja, dat is... Ik heb Kevin horen rappen over een inheemse Indianer, maar... Yo, ik heb Kevin van de week over Olivier Patinawa's beats horen rappen. Dat was fucking sick. Straight fire. Ja, was ik ook. En daar heb ik ook op en Sheeran Murd en shit. Ik heb het over fietsen en shit. Ja. Misschien moeten we gewoon achter elke podcast een pokoe gooien van een power circle. Gewoon een freestyle battle. Laat me afsluiten met dat Vans After Beat Doctor verhaal. Dat is een classic story. Ja. Oh ja, classic. We hadden het over Vincent Reiners, a.k.a. Vans. Yes. Homie van mij, homie van jullie allemaal. Gein. Ja, Gein. Nee, dit is een mooi verhaal. Ik was 15, 16 en ik maakte beats en ik wilde rappen. En ik was een beetje aan het tekenen en schilderen en shit. En ik had mijn eerste soort van doek geschilderd. En dat had ik op het forum van Hip-Hop in je Smol geplaatst. Ik was een Hip-Hop Like That. En op een gegeven moment kreeg ik een bericht van Ask the Beat Doctor. Iemand die daarna wel succesvol in de muziek geworden is. En een paar heel toffe platen heeft gemaakt. En shout-out Art. En hij zei, ja, ik wil dat doek hebben. Toen zei ik, oké, ja, dan ruil ik hem tegen een beat van jou. Is cool, dan mag je opkomen hebben bij mijn studio. Nou, dus ik naar Hilversum toe, worden twee tracks opgenomen in de studio. Met hij woonde in Hilversum. Hij woonde in Hilversum, ja. En ik weet nog, in mijn herinnering had hij fucking veel soort van gear staan en zo. En ik vond het laatste val ik foto's terug, want toen maakte ik al foto's van alles. En het waren een soort van... Het weirde was, het was pre-flatscreen monitor era. Dus je ziet zo'n monitor, zo van die monitors van 1x1 staan, zeg maar. Was dat in de tijd van Pharrell en JC Frontin? Dat was toch ook zo'n... AG, dat was een tijd van Atmosphere, Space Francis en Jedi Mind Tricks. Ik weet het, I wasn't up on that. En ik had dus een track opgenomen op een beat van Arts. Met SB, homie van me toen de tijd. Die terug naar Angola is gegaan, shout out. En toen op een gegeven moment laatst, ik zat in mijn hotmail voor de een of andere reden, in mijn oude mail. En toen vond ik een mail terug. Ik weet niet meer waar ik op zoek was. Ik weet niet hoe ik erbij kwam. Maar een mail die Vans mij dus had gestuurd. In 2006. Waarin die zei... Yo, Kevin, ik hoorde dat je ook op die ene beat van Art zit. Ja, ik heb track gehoord, shit, tof man. Maar eigenlijk hadden wij deze beat voor onze eerste single... Of had ik deze beat voor de eerste single van mijn album bedacht. En dat is een beetje kut dat jij er nu ook op staat. En toen had ik teruggestuurd. Yo, fans, ja man, sorry, maar dit wordt ook de eerste single van ons album. dus dat. Uiteindelijk shit naar fans geforward van... Yo, hey man, het is wel, uiteindelijk wel die eerste albums van ons zijn wel echt goed geworden. Check out beats. Maar het mooie was van, nee, dat was de eerste single van mijn album. Ik zei, oh ja, nee, van mij ook, man, sorry. Ja, en die, van beide zijn hier nooit een album uitgebracht. Never happened. Thank God. Nooit publiekelijk gerept. Jawel, ik heb een paar shows gedaan. Ja. En als je me heel veel geld geeft, dan stuur ik je een linkje. Naar de Soundclick, waar die zit opstaat. Er staat Soundclick nog. Ja. Er staan nog een paar... Bestaat Soundclick nog? Een paar... Oordeel, ik ga niet de naam op. Nee, Baxter Stockman, dat was al de naam. Baxter Stockman. Als je Baxter Stockman, als je heel diep in het internet waar gaat. Waar komt die naam vandaan dan? Dat was een villain uit de Turtles. Dat was een tijdstad van cool. Fans had ook nog een gek nummer over een hermafrodite, toch? Daarvan ken ik het. Ja. Jeff? Hoi. Fans rapt over hermafrodite, toch? Ja, ik weet dat hij een classic lied, dat Gerda. Gerda. Ja. Gerda. Maar die heeft iemand eigenlijk iets mee gedaan of zo? Gekke Gerda. Ja, die is wel niet, nee. Nee, maar die is wel een keer online. Nee, Sjaak. Had op een gegeven moment je moeder op een scooter zonder zadel of je fiets zonder zadel nee, of zo. Dat was een beat van dat een vriend van Farid of zo. Nee, maar dat was een pokoe van fans. Nee, niet lullig. Nou, ik heb geen idee waar je het over hebt. Okay. Zullen we Chiron? Over twee weken terugkomen op alle rond ons af? Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Hartstikke leuk dat jullie hebben geluisterd. Fijne avond of middag. Het is wel chill. Je kan niet zeggen dat je hebt geluisterd, want niemand die niet geluisterd heeft is hier op dit punt gekomen. Zeg exact. Maar. Wij hadden het heel gezellig. Ik hoop jullie ook. Ciao. Doei. Sorry. Famous last word. Yeah.